De eerste stap op de weg naar recovery is admitting you uh -huh. dat je een probleem hebt. Welkom bij de AA. Uh-oh, ik ben hier aan in voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Sending is dee! Niet de baas! Slimmen op de mil in de Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. It is het. Gast. De Ik heb hier juist een vlieg door geklopt dames en heren. Welcome to the AA. Vandaag films, films, films. Op 14 augustus opent bij ons de negende Quentin Tarantino-film Once Upon a Time in Hollywood. We geven jullie al een preview-gesprek over deze film, evenals een retrospectieve van S'mans werk. Ook blikken we vooruit op komende blockbusters en films in productie en in de maak. Zoals jullie zien, zijn ik en Andries hier vandaag niet alleen. We krijgen gezelschap van Uberfilmfans Sven de Ridder, Maarten Melon en Bart de Duitse. Uh, omwille van hun succesvolle podcast, uh, samengekend als The Gremlins Strike Back. Welkom jongens. Hallo. Kijk eens aan. En, uh, Hallo. Het is eigenlijk al redelijk bijzonder, want jullie zitten eigenlijk nooit samen als je uw podcast... Nooit. Uh... Enkel voor de lives. Dus dat is allemaal streaming. We're alleen aan elkaar. jullie skypen met elkaar ja. eigenlijk. Ja, skypen, elk een klap geven en dan... Uh... Ja, mag ik dan monteren? Of nee, we beginnen eens. eigenlijk altijd zo. Vijf, vier, drie. En dan ja, wordt Bart altijd aan betaald. Dus dat is de laatste Anders fan doe het niet meer. Voilà, ik vind dat zo stom. En ik heb ik keer gezegd, we gaan een ander systeem hoeven in. En toen zeiden hij, nee, nee, dat gaat ook zo. Dus. <laughs> en is dat, hebben jullie elkaar al ooit gezien? Of is dat vandaag de eerste keer? <laughs> ja, maar zo dicht nog nooit niet. Zo. Normaal met een live zitten we zo wat ver van elkaar. Ja. En nu zitten we echt wel... Zo dicht hebben we nog nooit gezeten. Nee. Uh, en het is hier ook al nu al warm. Ik was al gewaarschuwd op voorhand. Ik heb een handdoek mee. We zijn begonnen om 23 graden een minuut state geleden en we of mind, onder, jongens, 24 state of mind. <laughs> Is dat een is dat een led-panel dat ons hier verlicht of is dat uh, echt een, een, een uh, gloeilamp die erin zit? Ik denk dat ik in ik een denk dat ik en Alex de enige zijn die niks van uh, film uh, wij zijn dat gewoon gaan halen. <laughs> maar, we hoorden dat dat nodig was. We hebben dat gewoon gehaald. Ja. Dat was ons, vert vert ons verteld dat als je geen licht hebt dat je niet veel ziet op beeld. En niet veel zweet ook. Die logica De eerste keer stond dat er nog niet. Ja, wel, wel, dan, nee, want dat was licht van buiten. Maar dat is niet waar. Dat is ik. Eindelijk is dat waar. Hè? Dat ligt zo duidelijk genoeg zijn, hè, momenteel. Dat zweer dat ik. Dat ik, echt, maar, ja. ik heb z'n zwarte dingens nog nooit gezien. Hij zweer het, Andries, ja, kijk. De Andries ja, ik, heb, ik nu ik verbouwen <laughs> he? Ja. He? Weet wat dat is? Dat is zo'n moment... Ken je dat niet? Als je zo... Ik weet dat ik gelijk heb. Ik weet dat je <laughs> like hem. He? ik gelijk <laughs> heb. <laughs> ik kan niet verder Ik zoek een manier om... Om het u duidelijk om u te in uw waarde te laten. En omdat ik je heel hard apprecieer... <laughs> okay. Nee, want we is dus, met elkaar al, ooit voor de eerste keer gezien op de live hè? of op een feestje bij Maarten. Op een feestje. Allee, dat, ja. Ja, ja, dat was. Ja. En maar... Bert had mij ge... Allee, gewaarschuwd. Ja, dat en... was de eerste keer dus dat Sven mij ging zien. Dus hè? we zien elkaar altijd zo via zo'n schermke, en, en we... er is een feestje bij de Maarten, en uh, dan Bert zei van, ja Sven, uh, moet je wel verwittigen, uh, verschiet niet dus hè, de dag dat ik, dat ik moest vertrekken hè, zo, vlak voordat in de auto stap, verschiet niet via een sms, want ja, de maarten is morgen. Maar... een meter veertig of zo, <laughs> dus ik denk oh mijn god, kijk serieus serieus, oh mijn, dus ik kom al die deur pling plong en hij doet open en ik zo, zo echt, <laughs> van, van beneden op boven, kayaart oh, oh, lachen. Ja, en dat, dat euh... was een goed moment. <laughs> En hij kon niet volgen dat ik zwart moest leggen. En je zei, ja Sven, ik ben het. Je kent mij toch, van hm. Skype. Van op het internet. Ja. Maar... maar ik kende wel Maarten en Sven apart. Ja. Meer ja. of meer hè? Ja. Het zijn jij eigenlijk die de katalysator is geweest van de, van de podcast. zoals in veel dingen in mijn leven, was ja, ik hm. de katalysator. Ja. Dat klinkt ja. ook een beetje fout. Dat maar... klinkt heel fout, ja. Zo, die pedofiele ring. <laughs> oh. nou, ik gebruik moeilijke woorden, maar ik weet niet per se wat ze als zeggen. Ja. Ja. Dan zitten we weer wel op een goede plek. Ken hier. De, ja, de, 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 de... Het idee kwam van een de, van de Bart voor de, voor de podcast uh, op te richten. Uh, ah. nu ondertussen, 2016, zijn we begonnen. 1 uh, februari of zo, ja. We zijn aan ons vierde jaar bezig. Nou. En uiteraard gaat het over film, want jullie zijn allemaal mega film nerds en de kenners. Dus dat is heel cool. Dat is daarom dat we jullie hier hebben. Maar dit is natuurlijk een, een, een reden waarom dat we hier gaan babbelen. Hè. Binnenkort komt de nieuwe Quentin Tarantino-filmet Once Upon a Time in Hollywood. Um, ja, we kunnen misschien al eerst eens beginnen met te zeggen dat dat een waanzinnige cast heeft. Zoals een titel. Gewoonlijk. Die titel ook. titel is gewoon Sergio Leone. Hè? Ja. Mm. En yeah. ook Tarantino, eh? Once Upon a Time in Occupied France was zeker het begin van Inglorious Bastards. Dus dat wist ik al niet meer zelfs. De kortfilm in het begin, alleen de, de scène eigenlijk yeah. van de film. Dat is een, een reeksje Once Upon a Time-films, Once Upon a Time in the West, Once Upon a Time in America. The, in America. Once Upon a Time in Revolution. Yeah. Once Upon a Time in New Mexi uh, Mexico. In Mexico, yeah. Yeah. Are you a Mexican or a Mexican't? <laughs> dat vond ik nog altijd te zien van de film daar. Niet echt een beste vond ik van Robert Rodriguez, maar er zaten toch wel een paar momenten in dat ik het maar toch wel dat is een goede trilogie, hè? Vind ik ook. Het zijn allemaal zijn momenten. Ik denk wel dat in de was de eerste En Mariachi. En mariachi, mariachi, vind ik ja. wel niet zo goed vooruit. Dat is voor dus... 7000 dollar gedragen. Ja, ja, plus 200.000 dollar postproductie. Ja. Maar. Ja. Ja. Het is, er toch aan te het is goed dat we ook de prijzen weten. Hè? We zien dat er ook weer een niet-Antwerpenaar zit die daar alles bijhoudt, hoeveel dat kost. Nee, ja. nee, nee, nee. dat is in een boek van Robert Rodriguez genaamd... Ja, dat weet ik nu niet meer, maar... Uh, de prijzen ik... herinner u nog wel, De zit weten van een boek. Maar... Rodriguez heeft zichzelf inschreven, zo'n medische testen, om dat te financieren, in een film. Dat is, is het begin echt? van zijn carrière. Ja, oh. en dat is Bart, is dat... met Rebel. This? Rebel Without a Crew? Ja, dat ja. is het. Dat is een, een leuk oh, right. boekje. Ja, vernuftig systeem. Ah, zo doe hij dus. dat, ja? ja. Ik vroeg van een als luisteraar ja, hoe hij dat altijd deed. Ik uh, heb al onlangs zo um, in iets heel anders, dat was zo een UFC-documentaire waarin dat ze dat ook deden: dat ze Robert Rodriguez gingen bezoeken. Dat was zo in het kader van een van andere achter de schermen-documentaire. Uh, heel tof, zo UFC en for voor de film Nerds. Ik zal het uh, op de beschrijving zetten. En dan gaan ze op langs bij hem thuis en dat is letterlijk, die een, 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 een tof huis, die woont ergens. Oh, Tennessee of zo, denk ik. Die kant er hij woont. En die heeft eigenlijk heel zijn studio, is zijn hof. En die heeft gewoon sinds City in zo'n hof gedraaid. Ja, ja. En zo, okay. dus, ik, ik, ik zie het nu een klein beetje bescheiden, want dat is nu een hangaar. Dat er maar nee. achterheen. Maar dat is wat ik er wel heel tof van vond. Hè. Je ziet wel wat punk hardcore. Uh, roots hier in deze kamer. vooral de Sven. Maar wat er ook... Ik vond dat je Chinees Nee, nee, Ik kom terug naar de wereld. Maar dat is wel graag om te zien hoe iemand zijn leven zo heeft geleid dat hij alles kan doen. Op dat niveau. Het is ook zo'n soort Skywalker range dat hij zo heeft. Ja, dat is wel saai en als hij op een heel een tijd in zwart-wit is. <laughs> met af en toe. Een drum, rood, en hier ook zo'n Ja, ik ben er geen fan van van die film, maar dan lijkt me dat niet hard op zeggen. Nee, Vans, maar je, mag je mag moet dat zijn. wel eens zien, want dat is wel de liefde voor film en vooral die liefde voor onafhankelijkheid. Ik heb dat gezien, gezien? Ik heb ja. gezien? Ja. maar ik fantastisch. vond dat boring. Echt. Nee, nee, die documentaire van zijn setup. maar dat is een UFC-documentaire Ik zal ja, dat is eigenlijk Dana White, is looking for a fight. Dus je geloof het echt moeten skippen, maar dat is zo'n ding dat ze eigenlijk vechters gewoon zoeken, maar eigenlijk is dat een excuus voor met een paar maten, een soort roadtrip dat ze doen, en dan gaan ze in een bepaalde stad, maar ze moeten die aflevering opvullen. Mm -hmm. En dat doen ze dan door de lekkerste dingen te gaan eten, van die redneck dingen, gewoon kapot schieten. En mm -hmm. in dit geval gingen ze ook Robert Rodriguez zijn huis bezoeken. En dat was wel raar, want dan had hij hem zo... Ja, wat is dat? Hoe je die film met Danny? Danny Trejo? Allee, die laatste. Uh, Machete. 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 Yeah. Maar dan, zo ja, dan eet hij zo'n mini... Uh, ja een kop van van Danny Trejo ook zegt hem ja, bijvoorbeeld hier deze is waar de titty twister was dat is ja, ook ja, 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 en dan ja, ja. zie je hier ja, was we daar van de studio ja van dat noemt ze allee Salma, Salma Hayek striptease ja, dansen dus dat is hier ja, ah, absoluut ja, allemaal daar gedraaid dan. Ja, toch die scènes. Ja, zo die, tof. Ja. ja, dat is echt kei tof. Ja, ja maar hele fans vindt precies ook. Ook als, als een DVD, of zijn digitale, Nee, zijn uh, fysieke media release is dat er altijd zo eh uh, -tips. tips. Ja, zit uh, dus cool, die he? altijd in een uh, piethuizentruit, yeah. met zo meestal Tex-Mex. Uh, breakfast uh, tacos ja, of die dat Ja, in een breakfast dingen. tacos ik yeah. zelfs al eens proberen te maken. Ja. 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 En <laughs> hoe was het? Niet zo goed als dat van hem eruit zag. <laughs> Je hebt het, nou, niet geproefd door het scherm, maar toch, wel cool. was, wat, toch al, wat wel cool was, wat ook zot was bij hem, was dat hij ook zegt van ja, yeah, je can go buy some regular taco shells in the, in, the, in the store. But of course you're not gonna do that. So van, je mocht dat zelf, hè. En dan begin je zelf zo'n ja. pannenkoekjes te maken en zo en dan begint je hem dat ook uit te leggen hoe dat je dat moet doen, maar je doet ook door, je doet dat al wel al echt heel lang en ik zou er toch niet om beginnen. Wat zit daar met de vingers? Maar ja. dus als je moet ik eens zien op je DVD's, dat zijn bij elk ja? El Mariachi, ja. Desperado, en, okay. er zit altijd een bij dan een gerechtje. Ja. gerechtje. Ja. Ja. Dat is heel cool hè. Once Upon a Time in Hollywood gaat eigenlijk over. Um, als ik het moet begrijpen. Ja, een, 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 een je had een acteur die wat op Retour is. Hè? Een, een gastje dat uh, missen een stuntman altijd rondhangt. Ja. Omdat dat beste buddies zijn. Dat zijn dan Leonardo DiCaprio en Brad Pitt. Speelt zich af in 1969 in Hollywood eigenlijk. Uh, het, leidt, het leidt een beetje naar. Ja. Dat weet je vanuit de synopsis. Dus dat zijn geen spoilers. Dat leidt naar de, naar de Tate-moorden. En uh, de, allee, de Manson murders eigenlijk. Mm -hmm. Dat eigenlijk in het algemeen gezien wordt, en nu kijk ik naar de filmkenners hier, als het einde van de gouden eeuw van Hollywood. Een soort... Ja, ik denk dat dat niet alleen film... Dat is gewoon popcultuur, hè. Want samen mm -hmm. met Helter Skelter, ja. alleen met de stemming van de Hells Angels, het einde van de Flower Power, hè, denk ik. Ja. Leg dat nog eens even uit voor de mensen die... Ja, Altamont was het ja. he, Met de Rolling Stones. Ja. ja, Altamont Festival en de Hells Angels waren opgetrommeld als, als security... Maar er gaat er een goede documentaire over, um, over Hans de aanloop naar dat festival eigenlijk, of naar dat concert. Ik denk wel dat het een festival was. Okay. En waar dat, dat dan eigenlijk misgelopen is, en doordat ze dat eigenlijk from scratch al aan het filmen waren, van het volgen waren, Hans die opbouw, uh, is dat eigenlijk ook de, ja, een, een tijds. Een, een, die waren op het juiste moment, op de juiste plaats. We zien gezien in die film effectief, ik weet niet of dat gezien het, iemand van jullie nee. effectief dat die Hells Angels. De, um, ja, die, die een zwarte neerstekt he, tijdens uh, was het dus, de, Sympathy Sympathie for the Dead ja, 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 ja. Maar dus als je die documenteren ziet, ook, weten ze al in het begin. Dine Altamont dat is een soort uh, renbaan, dacht ik. Ja. En weten ze al, net zoals Woodstock, net zoals uh, Isle of Man Festival, dat er veel meer volk zal zijn dan dat ze kunnen hebben. En ze ziet de Rolling Stones overleggen met een met een, um, uh, met een manager en met de, de organisator van kunnen we genoeg uh, capaciteit voorzien, hoe we dat oplossen, dat er hier geen dingen mislopen. En dan loopt het effectief gewoon mis op uh, iets aan ja. ja, Een, ja, een kleine futiliteit eigenlijk, het is niet dat er heizeldrama's gebeurd zijn ofzo. Dus, uh, samen daar en de mensen moorden zijn dan toch wel het einde van de flower power, officieus. Ja. Dus, hey, dat ik iets verkeerd zeg. Nee, nee, ja, nee, nee dat is nee, gewoon klopt. geboeid aan eigenlijk. Dat klopt. Eigenlijk. Ah, ah, okay. ja. <laughs> ja. En dat is, uh, ja daar gaat het eigenlijk naartoe. Dus morgen krijgt dan ook nog, uh, er komen ook een hele hoop... Margot Robbie speelt uh, Sharon Tate. Ja. Die vrouw van Roman Polanski destijds. Mm -hmm. Die dat dan toch heel, alle, heel bekend. Vooral bekend is. Jammer maar helaas. Voor het feit dat ze vermoord is door Charles Manson. Ja, maar ik heb ook nog Sterkels. De Fearless, Fearless Vampire. Ja, was, ja, 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 ja. Een, was dat een goede actrice eigenlijk? Een mooie vooral. Ja, een mooie wel. Maar heeft hij iets van waarde gemaakt? Ik denk dat hij dat niet heeft kunnen bewijzen. Ja. Ja. Dat denk ik ook. zeggen. Dat hij dan nog. Ik weet was dat ik ja? in één film gezien heb. dat, dat, dat wel, maar Ik kan me niet herinneren welke film dat was. Dat ik vond dat die Waal goed was. Maar in The Fearless is die ook goed? Ja, Fearless Vampire. Killers. Dat uh, is yeah, uh, yeah. een heel bekende film. Dat uh, uh, is een Polanski film. En dat uh, was, was eigenlijk best ook wel een heel coole film. Dat weet je, de heel cult status. We, we, we oh, hebben die besproken, yeah. inderdaad, bij ons. En, en viel een beetje tegen, ja, na al die jaren. Ja, nog. als je hem opnieuw bekijkt nu, ik weet niet hoe lang dat dat bij jullie geleden is. Dat ja, meer, dan, meer dan twintig jaar. Wel, in je herinnering als kind, is, en dat hebben dikwijls. He, in de ja. podcast, dat je het film als kind, wow en dan zie je die terug en denk, je, oh, denk Dat hij bij ons, alle drie wat minder ja. scoorde ja. Ja. daardoor. Ik, ik had hem nog niet volledig gezien, dacht ja. ik ervoor, maar, ja, maar Sharon Tate sowieso. Maar Sharon Tate was, Ja, dat is een bom. Die ja, die is, is iets... mooier dan Margot Robbie nog. Oké, okay, ja. dat is wel een statement, want ja. uh, toen hij die, die eerste foto postte van haar verkleed als Sharon Tate, oh. daar was ik toch 2,3 <laughs> minuten niet goed van... Uh, moet ik wel zeggen. Maar, uh, Al Pacino zit er ook in. Hè? Al Pacino zit erin. Um, Timothy Oliphant zit ja. erin En eigenlijk ook een van de laatste. En uh, misschien zelfs de laatste. Bold statement, toch? Zijn meneer de night? Ja, ik vind dat toch? Ja, Kom. maar dat is een glamour links en rechts. Is gewoon een, een, een snapshot op ja, de set of zo. Ja, dus, ja maar ik vind, vindt... ik vind. Sorry. Ja, ik vind vrouwen van vroeger sowieso schoner dan vrouwen van nu. En in in vind 2019 dat? of ja. destijds? Nee, gewoon. Ik vind dat. En waarom? Ik weet niet dat dat komt. En je het te maken in mijn kinderjaren. De eerste vraag waar je me in contact komt was bij mij de vrouw van de jaren 17, jaren 80. Als je Brigitte Bardot nu ziet, valt dat ja, nee, serieus nu, tegen. Nee, nee maar ik bedoel, nu zijn er toch zo geen classic beauties in de film. Alleen ja, Robbie. Nee, nee, dat is niet Mar Margot classic. Rob. Margot Robbie is niet classic beauty. Margot Robbie is een, dat is een lekker stuk, maar dat is geen classic beauty. En waar is het gestopt? Ja, wie is de laatste wie, classic wie, beauty? Ja, Sharon Stone? De laatste classic beauty. Sharon Stone zou wel eens kunnen. Ja? ja. ja. Zo kon het tussen een vlotte 50 he. 60 misschien is dat nog, ik weet niet. Ja, ik weet dat niet van die vrouw, ik zal haar maar zeggen: Rachel Wise. niet? Nee, alleen jong. Toch... Rachel Weisz. Dat vind toch... ik zelfs geen schoen is, hè? maar ja, ja toch? de goede kleur. Rachel Weisz. Allee man, als je, hierna, als je binnenwandelt in een café, dan zie je toch geen enkele andere. Nee, dat is waar, maar dat een is toch stand. geen classic beauty. Dat is vind statisch... je dat niet? Ja, ik vind dat zo, dat is, die zou in de hopper kunnen zitten, allee, ik bedoel. De, 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 de no en de, maar hopper, ja, de ja, hopper. Ja, dat ja, hopper? Dat kennen je al, al niet, de hopper. Allemaal ja, al naar de hopper <laughs> dan. Is dat Mechelplein? Of niet? Nee, de hopper is dan het museum van schoenen. Ah ja, we kennen dat wel ze er komen artiesten Hoe heet die, die, die India in, in die James Bond films die Rachel Evan... Uh, nee hoe heet ze nou weer Eva, 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 Green, uh, Eva, Eva, Eva Green. Green Eva Green Eva Green Eva Green New City Olivia Wilde Te exotisch Eva Green Maar toch niet dat En die, die En die in die hoe ik niet al knappen allez Blijf... Uh, Blijf... Uh, Blake Lively. Lively. Yes, oh, Lively. Lively, Ja, van Blake ja, ja. Lively, jawel, jawel, Maar nu ook niet meer na, hè? Ik denk dat we dit gesprek... <laughs> gesprek, moeten afronden, want ja. gewoon voor schitterend of wel schoon vrouwen. Ja, maar, er maar schoon, maar niet classic beauty. Maar is dat dan gewoon een haar, Ja, ik ja wanne, dat is de, de, de stijl van toon, de de, 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 de de, belichting van toon, de stijl, de, ja. de belichting van toon. Ja, dat is dat is anders dan <laughs> nu vind ik. Ja. Ja. En als je, als je dat zegt, uh, dan zijn we toch weer al naadloos terug aan het komen op Once Upon a Time in Hollywood, wat eigenlijk ook een ode is om die periode van film maken mm -hmm. nog. He. Dus uh, dat, dat, is, dat is hetgeen dat... Als je... Als je, als je nu heb je een trailer gezien. Heb je, heb je iets nee, meer je een trailer gezien nee. Oh, oh, oh ik heb wel, ik heb geen okay. ja. trailer ja. gezien. Ik heb dat iedere keer niet gedaan en dat is maar zo slecht bekomen: Star Wars, The, Last oh? Jedi, The, The Last Jedi. Jedi. Geen een trailer zien, oké, geen, okay, geen trailer zien. En dan je film je zo tegen ik ja. heb beter een trailer gezien. Ja, want want je... dat ging er niet gaan hè? Je, uh, Nee, maar dan was het misschien beter door de anticipatie. Nu had ik zo niks en dat kwam allemaal op mij af en ik had zo van: oh fuck, nee, dat is niet zo. Nee, dat is niet dat wat ik, ik wil. Ja. Dat had ik, ik daar ook heel hard mee. Ik had dat ik daar vooral het gevoel in, had, we zullen wel van de nak op de tak gaan, maar who cares, het kan allemaal. Hé, want dat was toch een van de dingen die ik later ging vrouwen. De nieuwe Star Wars zit er ook aan te komen. Ja. Rise of Skywalker. En, Goeie en, trailer. Ja, die een trailer is cool. Niet gezien. Dat is terug J.J. Abrams. Dus en dat ik voelde. En ja, niet alleen voelde dat, maar wat ik daar vooral ook al direct bij had bij die een trailer, was, ah, hij is de brokken aan het lijmen van de vorige film. Jammer, hè. En die ja. trilogie... Ja, ah, ja. Omdat, omdat je denkt, Lottie, en toch alle drie door hem doen. Want hè, Ryan Johnson had overduidelijk een houding: van alles dat jij opzet, schonk ik allemaal omver. Ja, 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 ja. we ons een andere film zoeken puur, te zien. Hè. Puur, die houding, puur, ja, en puur omwille van het feit dat we, dat we dan kunnen zeggen, hè, wat, waar de critici hun eigen altijd allemaal op afjassen. Maar dat het publiek echt niet leuk vindt: is ha, er gebeuren niet de dingen die we verwachten in ja. de film. Maar dan denk ik. Ja, maar als je zo'n iconisch moment hebt dat hij je lichtzabel geeft ja. op Luke. En wij er allemaal weg. met tranen in onze ja, ogen. Ja. En, die, en dan krijg je die flauwe wegwerp joke. Ja. Ik heb hem hermonteerd als ja. ja. Jedi. Ja. Hij heeft dat gedaan, hè? Alleen de eerste ja. tien minuten. En toen was ik het beu. Ja. Ja, maar ja. Maar je kunt er veel uit knippen en toch nog recht krijgen. En, ze, en maar toch maar... nog een goede film van maken. Maar ja, als je ja. wegknipt, moment dat hij dat bliksje geeft voordat hij die, die lightsaber weggooit. En dat moment al gered. En ja. en... We hebben hier vorige we, week Erik van Looy gehad. Je leest ook de verhalen. Uh, vanaf Quentin Tarantino ook wel interviews van gezien. Eli Roth was ook zo iemand die ook in die familie zit en nou ook letterlijk zegt ja, ik wil in producer zijn en regisseur, want dat is de enige manier dat ik het kan kunnen. fixen ja. doen. Het is toch straf zeker want ik had er nooit niet over nagedacht, maar iemand van ons zei ja, een trilogie. Ze hebben al eens een trilogie naar de klote ge gedaan uh -huh. bij Star Wars. Dit is niet meer ezel en nee, maar de Dat, was, steen, dat was met de papa, hè? Dat was ja, met George dat was, Lucas, die ja. had, daar mochten ze niks tegen zeggen. Maar wat eet hier Ryan Johnson? Hoe did he blow? Om het alleen recht te krijgen om dat te schrijven en te regisseren? Er is geen andere schrijver aan te pas gekomen. En dat vind ik mind-blowing. Dat, o, dat op dat, 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 gebeurt niveau, is. Op dat ja. niveau van film toch? Ja. Vooral omdat dat de, de Skywalker-trilogie nog is. Bij mij, alles wat er in die film gebeurt, voor mij persoonlijk, dat ze mogen in een nieuwe trilogie, maar deze drie films. Dat gaat over de Skywalker-saga. Dat is nog de Skywalker-saga. Ja. En daar moeten de, de elementen van de verhalen. Nog respecteren, vind ik. En de setups. En niet ja, Prinses Lea door de ruimte laten zweven. Lek like, nee. uh, like superwoman. Ja, ook typisch. Wat, wat al een fantastisch beeld is in die, in die een trailer, waardoor dat je het al wit. eerste minuut dat Kylo Ren erin komt en die zei: allee, slaagt hij een onnozele maar kapot, want je in een tweede hands Dart Vader, Terwijl, ja, dat was de whole ja, point, ja, dacht yeah, ik dan. Yeah. En je ziet hem hem al terug in lassen in de derde ja, film. Ja. Dus dat is ook al ja, letterlijk. Dat nog niet. JJ, JJ, J.J. Abrams dat al letterlijk zegt, mannen begon weer dat dat Jesus Christ, maak ik dat de Knights of die worden aangehaald yeah. in die in Force Vision dan yeah. in die tweede film. Waar zijn die? Waarover ja. gaat hij? De derde film. Ja, ja, ze zinder. er. Snook. Dus je dus merkt, ja, Snook. Het is echt verschrikkelijk. Zo, wie zou dat zijn? Nee, we doen die gewoon dood. Dat ook niet uit. Uh, en dan kreeg de. Dan kreeg de uh, ja, er moet toch iets zijn met Ray? Want waarom is Ray, waarom is Ray? Your parents are no one. <laughs> Allee, ik zat daar echt naar te kijken naar die film. En ik dacht, What the fuck Kunnen we de, doen, de titel ja. van de aflevering nog wijzigen? Dat kan. De Star Wars Rant van twee uur. Oh man, wat mokken, het is hoor. Oh. Het, is film, ja. het is film, het is film. Het is, oh. het is Zit, allemaal. Film. Zijn de producer of zeg een co-house? We doen gewoon wat we willen. Zeg, zeg maar ja, Ik wacht. heb juist gezegd dat je twee dingen moet zijn in, uh, in uh, entertainment. De negende film van Tarantino, waar ik het nog wel eens even over heb, dat ja. klopt eigenlijk niet. Hè. Oké, okay, vertel. Nou ja, dat dat al ooit eens beweerd, ik weet al niet meer waarom. Maar... Ik snap niet waarom dat hem dat zegt, want jij toch toch nog film, of segmenten in films geregisseerd? Ja, dingen. Ja, dan is uh, ook Sin geen City film. Is, is in ieder geval een <huggen> stuk dat hem geregisseerd heeft. Maar wacht, welke theorie is nee, hij, hij noemt ze een negende film, dus hij zal het wel gelijk hebben, maar eigenlijk heeft hij meer films gedraaid. Maar je het van niet? Nee, vind je niet? Nee? Het is met die Four Rooms en dan die Death Proof en... Grindhut? Nee. Ja, ja, maar zij, Bill 1 en 2, is ook. Ja, maar nee, Death Proof is de film. In die grind in Europa. Uh, in Europa is dan uh, een, een film apart. Ja, maar je rekent hem niet mee, volgens mij. Ik zal even Wikipedia anders <laughs> <zeggen>. By <laughs> the way, well. Sharon Stone 61. Hela. Right. Right. Maar right. right. die ziet er nog goed uit. En je daar foto's van zien. Ja, die <treef> is de cover, dat ze er gedraaid. Ze zijn yeah. yeah. een paar covers gemaakt voor Vanity Fair en Ja, ja. In een halve van Bloote. Ja. Naomi Campbell gisteren ook gezien. Nee, is niet zo in de stijl. Ah ja, te zwart. Nee, te groot. Te grote vrouw. Ja, die is wel groot. Goed dat is op dit moment. Goed gedaan. Mm -hmm. en dat is in mijn beeld. Dus. Wat ik ook al heel cool vond, dan ja, weet je waarom, maar ik niet naar trailers kijkt, dat trailers kick wordt Ja, maar ik wil ik wel. Betaald, ik wel. doet dat wel, dus ik ga het dan toch doen. Ja, maar dat, dat spoil uh, niet veel. Er zitten een aantal, uh, zit er een aantal ook, uh, acteurs in die, die uh, acteurs uit die tijd spelen. Mm -hmm. hey, Steve McQueen uh, wordt gespeeld door die kerel die, die Brody speelt in. Uh, hoe heet dat? Um, Homeland, die reeks? Die ja, eerst, ja, eerst, eerst, ja, eerst, uh, ja, die gisteren ja. je Dus die, die speelt Steve McQueen. En je hebt ook een acteur die Bruce Lee speelt. Want Bruce ja. Lee komt er ook in. Ja, ja. Ik ja. dat er nu al heel veel kritiek op. Is, is komt, het een bank misschien. Nee. nee, nee, Omdat ah. de, 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 de diehard fans van Bruce Lee. zijn het al niet mee eens. Maar wat als zien in de trailer. Een ja, omdat ze die zien in een trailer. Hè, voor de, degenen die het zich afvragen. want ik zat er nog te kijken. en bij mij deed het ook een beetje pijn. maar dat is omdat ik een mega Bruce Lee fan okay. ben. Maar het, het, het grappige is. Ja, dat doet niet pijn. omdat je gewet wat, wat, wat Tarantino graag doet. hij heeft hem al een aantal keer gedaan. Met zijn vorige films, hij neemt graag een loopje met de geschiedenis. Ja, hè. Mm -hmm. Je doet graag dingen wat hem, wat hem zelfs, hè, de, de Tweede Wereldoorlog een alternatief einde geeft in Inglorious Bastards. En dan, einde. Ja, en als schind zitten er hier ook momenten in die niet om de realiteit voldoen, maar waar dat hij weer zijn ding mee doet. Maar dat moet ook als je Tarantino zet. Ik vind niet dat Tarantino een biografisch verhaal moet. Nee, maken. Nee, absoluut Sorry. niet. Dus daarom wil ik ook wat, wat ik ook wou zeggen, was dat die, voor mij was dat niet zo'n probleem. Ik keek er nog en het alleen pijn, omdat ik weet dat hoe goed Bru dat Bruce, Bruce Lee was. Ja, 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 ja. Maar er wordt eigenlijk al een klein beetje gesuggereerd dat Brad Pitt je wel aan kan ja. in de film, terwijl Brad Pitt kon die je niet aan. Dat kan ik er wel met twee seconden <laughs> bij zeggen, want er zijn redelijk veel... Legendarische verhalen over vechtpartijen uh, op de set van Enter the Dragon. Met, yeah. met bewijs? Um, ja, met bewijs. Uh, Hans Hans de, Levering. Hans de film hè? Nou, ik heb ja, ja, er, maar er ja. besta, In ieder geval, bestaat wel in ieder geval een filmpje dat je online kunt bekijken waar Bruce Lee is, vecht in een wedstrijd tegen iemand en die gast krijgt slaag Dus al dat kan zeggen we dat okay, hij tegenvecht. Ja. En, maar soms is de mythe groter dan de werkelijkheid. Ja, on ongetwijfeld wel. En je hoort het ook heel vaak rondgaan. Maar wat bijvoorbeeld om Bruce Lee heel ja. bekend was, dat, dat, dat je nooit in zijn film zag, was dat dat iemand was, hè. dat is een beetje een pionier, omdat we het er straks toch over de UFC hadden, eh, in MMA, en waar je een klein beetje een beeld van kreeg in het begin van Enter the Dragon, wanneer ja. hij... Uh, Wint met een, met een soort armbar op een gast in het begin. Hij ja. pakt die je op de grond en hij laat die je tappen eigenlijk. Ja. En dat is eigenlijk al een klein beetje een voorbode, omdat je zelfs een eigen gevechtstijl had opgericht. Dat ken ik nog iemand hè maar een held. Wie dan? Chuck Norris. Chuck Norris ook, ja. ja. Dat is ook een jujitsu black Chuck belt Norris eigenlijk. Kan je ook slagzen, ja, 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 maar die had heel veel respect voor Bruce Lee. Was een leerling van Bruce Lee. He? Oh, mm -hmm. echt? Chuck Norris. Aha. Die heeft getraind met Bruce Lee. Ah, maar ja, dat dus is eigenlijk was een gast die. Leerlingen hè? Want leerlingen <laughs> waren menselijk. Steve McQueen was echt een leerling van Bruce Lee. James ja, Coburn just, ja. was een leerling mm -hmm. van. He? Dus je had heel veel Hollywood mensen waar die het training gaf. Maar het zotste was dat ze altijd zeiden, je Bruce Lee in het echt zag vechten, dat had niks te maken met hoe hij in op film vocht. Hey, op film deed hij heel veel grote bewegingen en, het, ja, en ja, ja. hield hij een show en al dat. En in het echt pakte hij een ontschend direct iemand naar de grond en sloeg die die compleet in elkaar daar. En er waren een aantal, dus zo één vooral, dat vaak is rondgegaan, of dat nu waar is of niet. Ja, ja dat, dat er is er zeker een, waar. Dat er een gast kwam uitdagen, je werd constant uitgedaagd op de set, eh, de, zeker tijdens Enter the Dragon, omdat dat zo'n massaproductie ja. was. En dat ze, hey, op dat eiland van Haan zit mm. dat vol met vechters. En. Een van die gasten daagde die aan uit en al wat hij deed was die je trapte kaasnel tegen die zijn in gezicht, maar dat was zo'n soort pats, zo, zo, soort dat je denkt oh, dat was niet voor die KO te trappen. Maar, maar en even die is te snel En, en is, die kerel deed test en je spuwde vier tanden. Dus. <lacht> ja. <lacht> maar, <lacht> Welke vechtkunst dus is Bruce Lee? Is dat een combinatie? Bruce of? Lee is eigenlijk... Um, die heeft getraind met uh, Ip Man of Ip Man. Ja, dat is een gast waar ook drie films over ja. gemaakt zijn. Oh, dat is met een echte mens. Yes. Ja, ja. Dat, is, uh, ja. dat is een echte mens, maar de helft van die film is uiteraard nonsens. Ja. Maar die is een stijl, dat was Wing Chun. Wing Chun is een, een, een kung Chinese fu? vecht, uh, kung fu-vechtstijl. Um, en dat is eigenlijk verzonnen door een vrouw, funnily enough. Omdat, dat, omdat die, die had... Um, die, die had zoiets van ja, voor mannen moeten dat altijd van die grote, krachtige bewegingen zijn. En vrouwen zijn niet groot en krachtig, dus die moeten het van andere dingen hebben. En die stijl is eigenlijk allemaal op de middenlijn. Dus die doen heel korte, snelle stoten. En die trappen alleen naar de knie of naar het kruis. Dus er zijn geen trappen naar de kop. Mm -hmm. Dat soort dingen zit er allemaal niet in. Dus dat heeft hij gedaan. Maar die heeft dan ook enorm veel andere dingen. Beginnen, ...beginnen trainen. Implementeren en die heeft eigenlijk, Maar die is een basis, is eigenlijk Wing Chun. Hè, dus die, die kwam uit Hongkong en die heeft dat daar geleerd. Maar die is dan verder gegaan in allerlei andere gevechtsportstijlen. En die heeft zelf een stijl opgericht. En het heeft hem Jeet Kune Do genoemd. Dat is The Way of the Intercepting Fist. En hij had later altijd spijt dat hij het met een naam gegeven had. Omdat hij vond, of zijn theorie was in ieder geval... ...je moet een, een basisstijl hebben. Een basis waarin je getraind hebt... En dan bouwde dat uit met zoveel als mogelijk dingen. En alle ja, dat dat geld voor alles zo, hè? En alle nutteloze dingen laten vallen. Hè? Ja. Dat is eigenlijk wat dat het was. Dat is mijn acteren ook zo. Of mijn ja. strailletje was dat ook zo. <laughs> dan laten dat bier vallen, vrouwen, pret. <laughs> hè? Lol. Vlies. Jongens. Oh mijn top. Maar dan komt onder essentie, jongen, waar je zo rap als mogelijk terug vanaf wil. Dat is waar. Maar Bruce Lee zit dat dat? Is, hey, dat is waar iemand die... die, 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 die die is te groot geworden, die, die mythe is te groot geworden. Nee, Bruce Lee is, ja. is inderdaad alleen nog maar gekend uit zijn films, maar niet als persoon echt niet meer, denk ik. Hè. Nee. Dus zoals dat jullie zeggen, dat is de, de, de kreetjes en de, 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 de over-the-top martial arts movements, maar dat was het dus niet eigenlijk. Hè. Maar het nee. moet ook ja. films zijn, natuurlijk. Je ja, moet uh, natuurlijk filmisch zijn. Ja. komt eigenlijk voor de mensen thuis, om je terug op Tarantino te gaan, het is altijd je liefde voor um, die en tijd. Heel hard. Zijn dat... liefde voor film denk ik vooral zelfs. Mm -hmm. ja, maar... maar voor het verleden ook hè. Mm -hmm. Ja. Ik ja. denk een beetje, ja. En ook een beetje die die de 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 eat what, hoe zeg je dat? Is dat de pastiche film of zo? Alleen hoe noemt hij dat? Zo van die films die je hebt zo black exploitation, maar je hebt ook zo ja. Hij, hij, niet voor de de klassiekers van zijn tijd. Hij kiest je dus altijd zo die vergeten exploitatie Exploitatiefilm, zoals ze het noemden ja. in Ik die denk die niet tijd, dat. Ja. Ja. Ik denk niet dat Tarantino alleen daarmee dweept hè? Nee, heb ik het vooruit een vraag, hè. het was geen N statement. Nee, nu ik ook. Dus. Nee, nee. <laughs> nee, maar ik denk dat... Er zit chauffage op, hè, <laughs> hoeveel, gra hoeveel, hoeveel graden is het al ondertussen? Ja, uh, we zitten op 25. Het zal allemaal liggen dat hij zo braaf is, hè. <laughs> okay. Het is vooral de plaats dat we hier hebben. Uh... Nee, nee, uh, Maar welke, met welke films wilde je dan zeggen Nee, maar ik denk dat hij ook beïnvloed is door John Ford of, um, of um, Howard Hughes en, en zo. Alleen ja. ik denk dat Tarantino zo'n encyclopedische kennis heeft want bij elke film die van hem uitkomt, stond er altijd in de knakfocus of in eender wel boekske waar hij allemaal ja, scènes en, die, en, en dingen van overgenomen heeft. En het, ik vind het ook altijd wel diep en breed. Natuurlijk wel een Italiaanse exploitation-voorliefde. En een, Italiaanse exploitation, een Hongkong cinema zit er. Ook wel altijd in, maar per film had hij toch altijd nog iets anders. In Glorious Baster. Het dan... ook toch combinaties, hè? Ja. In Django and zit een scène in dat, uh, dat Django uh, naar het erf komt, met op zijn peert. En er zit een muziek onder van Jerry Goldsmith uit mm -hmm. Under Fire. Dus als je dan een echte, lichte filmkinder bent, dan is hij ik ken die muziek. Oh, waar? wacht even. O, waarom zit hem dat daarop? Want dat is een totaal andere soort film. En dat, dat vind ik toch dat een combinatie smokt. Ja. ja, en ik vind ook elke film die van hem uitkomt is, is ja, een beetje een, een, een filmles. Ik sta een, een heel goede ik erin. Je ziet hem, stel dat hij Star Wars zou moeten maken. Ja, wat en dan moet Star, doen, Star, Trek, Star, Star, Star Trek Star Trek, Trek. Star Trek. Wat ja. ja. wordt daarvan verwacht? A lot of F words. Ja. R-rated in ja, ja. ieder geval. fucking klingend. Ja, ja ik zit niet zo'n Star Trek fan. Kijk. Nee, nee, maar het is wel een, een goeie, in het kader wat? van deze gesprek een goed voorbeeld, ja. want daar gaat hem door, en dan ook zo van die 70s-pakjes pakken. Dat zou zeker naar interessant naar, zijn. Hè, en ja. terug, Teruggrijpt naar zo'n Space Western, denk ik. Hè? Oh. En er van de een crossover komen, heb ik gehoord, van Django in. Zorro. Zorro, ja. Zorro. Hoe graaf is dat? Dat is wel in comics, is je ja, al zo. Is, je hebt yeah. al een comic, ja, uh, comic-versie comic comic uh, ervan. Doen, ja. want, ah, ja. Ik vond dat een goed idee. Ja, want is Django was niet, <laughs> is ook uitgebracht als een comic. Ja. En dan was er ook in die, in die, van, die, van, die van diezelfde. Uh, ik weet niet wat bij dat is. Dynamite-comics of zo, denk ik. Ja. Dynamite doet heel veel van die, van die oude uh, film-franchise dingen. Ja. Zoals Flash, Gordon, Green, Hornet, zo, al dat soort dingen. En die doen dan ook allemaal van die crossovers. voor mm. dat Batman. Allee, wat niet dicht gebeurd is trouwens. Want dat is een van de zotte dingen ook nog eens. Dat we toch over Bruce Lee bezig waren die zo heel bekend geworden is in Hongkong door in The Green Hornet te spelen dat werd daar de Kato Show de Kato. genoemd ja, ja, ja. en uh, Kato is zo de rechterhand van The van van Green Clouseau. Hornet ah. van Clouseau geto, <laughs> not now you fool <laughs> ik denk waarschijnlijk vernoemd door dat personage ja, dat zou ja. wel eens heel goed kunnen dat weet de golle beter dan ik maar het goede was dat, dat je die Batman reeks uit 1966 met Adam mm -hmm. West en Burt mm -hmm. Ward dat er een aflevering is waar The Green Hornet en uh, dingen inkomen en, in komen. Bruce, Lee en, en zet... Bruce Lee zit in. Alle. En er is een gevecht helemaal op tender dat die allemaal tegen elkaar vechten. En Batman vecht dan tegen de Green Hornet. Hè? Want eerst zijn ze vijanden, maar dan komen ze over je en gaan ze natuurlijk tegen iedereen vechten. Maar het beste van allemaal was dat Bert Ward dan moet vechten tegen Bruce Lee. <laughs> en je ziet op het scherm Bruce Lee zijn nagen inhouden om die niet dood te kloppen. <lacht> <lacht> dus dat is wel cool. Maar dat was zo een van die eerste dingen dat ik me zo zelfs nog herinner als jong gastje. Want nu zijn we dat gewoon ja. met al die... Superhelde films en dat die ook allemaal in mekaar's films komen. Maar dat was echt de eerste keer. Ik zie dat, dat, dat is de, de, de Green Hornet ja. in Batman. En, ja, ja. en is dat ook DC, de Green Hornet, of is dat echt tv? Zo? Ja, dat is een TV-reeks, eigenlijk. Alleen, maar dat is niet gebaseerd op een ding. Nee. Uh, Ik kon dat wel zeer zwart teleurgesteld zijn. Als Antonio Banderas niet de zorgen Dat zou, Ja, dat zou wel cool zijn. Ja, ja. Is, dat, is dat geen Spanjaard? Banderas? Ja. Oh, de, ja Zorro moet centraal amerikaans zijn, anders is dat niet politiek correct, hè anders. 2019 tegen de Mexicaan tegen 2019 is dat ook een vrouw, dan heeft dat er allemaal geen hond niet meer mee te maken. Met snor. Ja, een goede goede segue. Tarantino, segue. Ja, inderdaad vrouw onvriendelijk. De geruchten zijn dat het ja, dat hem toch niet de huidige tijdsgeest die helemaal uh, respecteert is er, uh, ja ik, denk die, ik, weet het gast, ik weet het antwoord doen, maar... al maar ik kan toch vrouw is het een goeie zaak maar laat die gast gewoon zijn films maken gelijk dat hij wil hè ik, allee, ey, ja. ja vrouwen vrienden. ik heb maar, dat nog nooit gehoord wordt er verstopt hè nee, nee kreeg de vrouw... vraag op kan over dat uh, uh, Margaret zo winning screen time of dialoog kreeg of zo en uh, toen zei hij tegen die journalisten dat hij die. I'm not gonna take the bait of zoiets. Dat was zijn ja. antwoord. Ja, ja. De tegenstelling was niet... tot de laatst van drie. Hetgeen dat hem eigenlijk voor had, met zijn als je het in het MeToo gegeven, mm. wat het hem voor had gehad, was het. Um was dat hij twee scènes heeft gedaan met Uma Thurman in, uh, Kill Bill. in Kill Bill. en dat hem in haar gezicht spuut, En één dat ze zo gewurgd wordt door een ketting. En hij doet dat dan zelf. En hij was nogal redelijk. Hij ging nogal op in zijn rol. En Uma Thurman heeft achteraf gezegd dat ze dat hoogst onaangenaam vond. Want heel veel van die MeToo-dingen. Het wordt misschien een beetje slippery slope hier. Maar dat is ook heel vaak nogal van dat achteraf gedoe, ja. Waar je soms van denkt. En het, het ergste waar dat ze het meest boos over was. Was dat hem haar eigenlijk had laten rijden in een in die auto? Ja, jij kent ja, ook het verhaal. He? Ik ken het verhaal, ja. ja. Maarten, vertelt mij maar, ook ja, ja, nee, dat was een, een, een shot dat er nog moest genomen worden. van Noemal Turmen okay. die in die cabriolet aan het rijden is. En um, ze wou dat eigenlijk niet doen. Of Tarantino wou dat ze sneller reed ook, dan dat eigenlijk nodig was. En ze is de controle verloren over het stuur. En die dacht een accident gehad. Tegen een boomke gereden. Ja, maar die heeft er wel nekletsel al aan overgehouden. Ofzo. Maar we zitten en niet en met een acteur. Heel lang boos geweest. Ja, een nik in knieën of zo. Op dat niveau, we dat toch niet zeggen. Als hij zei ik doe dat niet, dan doet hij dat niet. Maar nee, 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 we zitten nee, niet nee, met nee, een acteur. die nee, een nee, nee, van van crew en van, van, van managers en van dit. En dan zo... ah, ja, ja, maar ik denk op dat moment, met die, op die draaiperiode dat dat nog altijd zowat een shushuko was. En dat die een, ik denk wel dat hij een speciale relatie aan en dat die daardoor misschien wel veel tolereerde of wat dan ook. Ja, ja maar het, het is, oh, dat is... Oh, dat is ik ga het enige dat ik e zou het vragen... Het heb ook letterlijk met Kill ja. Bill Created by Q en U. Dat is ook Quentin en Uma. Ja. Want die hebben dat zelf met twee eigenlijk dat concept bedacht ja. van ja. die film. Die hadden niet misschien ook samen. Dat dat misschien wel eens heel goed gekund. Maar het is wel een feit dat dat, dat al van die achteraf verhalen zijn en uh, zo en, en wat. Maar van op een set te staan, Sven weet dat ook... Er is veel dat zegt nee, we doen dat niet, dat dat effectief niet gedaan wordt. Hé. En ik vind dat zeker in Amerikaanse situaties met verzekeringen en zo, vind ik dat allemaal wel moeilijk te geloven, dat dat allemaal zo rap-rap. Maar ik denk nee, gewoon dat het, het probleem is. vandaag de dag geworden is dat ik denk dat wij, dat ik voor iedereen spreek, wij kijken niet met die bril naar die films. Mm -hmm. Wat dat jammer genoeg door heel veel mensen wel wordt gedaan. Zo, wij kijken niet met die MeToo-bril. Millennials. Nee. Allee, nee. Sorry, mm -hmm. als ik achteraf dan artikels begin te lezen over een bepaalde film, van ja, en die mag bijna niet spreken, of goh, wat dat er daarin gebeurt, is toch wel heel vrouwenvriendelijk, dan heb ik meestal zoiets, ja, maar ik, heb dat, ik kijk daar zo niet naar. Nee, nee. En is dat fout van mij? Ja, ik weet het niet. Ik ben in geboren en ik heb nu ondertussen duizenden, duizenden films gezien. Is dat dan slecht van mij? Ik hoop van niet, maar ik vind van niet. een ja, vak is het ook helemaal niet nodig. Hè. Dat had nee. ik heel erg bijvoorbeeld bij, bij een Avengers Endgame. Hè, dat je zo die super De super geforceerde, we de, ja. de feministen. Al de vrouwen, de al de vrouwen ja. dus we zitten al die vrouwen bij elkaar. in. Terwijl ik denk, maar je hebt al een reeks films die dat, dat al voor waren. Want die hadden al allemaal heel sterke vrouwen. Ik vond het een heel, heel grappig gemaakt. moment. Ik moest er echt van. Zo'n kaart Ik ben van <laughs> de week nog eens gaan zien en nu stoorde het... Maar wel ietske meer, maar ik vond dat in Endgame nog meevandig. Ik vond dat 7. ook te hard in your face. Maar ja, ja. het is in your face, he, maar ik vond dat nog meer. Gewoon omdat dat voor mij ook dat ontkracht, net. Laat ze dan gewoon allemaal, weet je, zij aan zij, shoulder to shoulder. Voor mij maakt dat veel meer impact als mm -hmm. equals dan, ja. dan je ze 30 seconden ons allez, allemaal samenzet ja. in een shot. Ja, want dan wordt het ook zo'n statement. Ja, voilà. En een geforceerd Terwijl... statement. Ja, want als je kijkt naar. Nou, want iedereen heeft het dan altijd over Captain Marvel of over, over Wonder Woman, of dat, maar een van de, van de sterkste personages, het heel die superheldenfilmreeksen vind ik Black Widow. Mm -hmm. Dat is echt een figuur die dat je van in het begin hebt gezien. Je hebt die, je hebt die bang zien, zijn, je hebt die kwaad zien, zijn, je hebt die agressief, je hebt die cool zien. Zijn, je hebt die, ah, dat, dat is een volwaardig menselijk personage. Pepper Potts ook ze? Ja, ook. is ja, ja, eigenlijk, zonder een ja, ja. superheld te zijn een heel sterk vrouwelijk personage. Ja. 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 Maar misschien wel weinig screen time in vergelijking met Black Widow dan. Maar genoeg? Mm -hmm. Genoeg ja, screentime. Ja, als je kijkt naar de originele trilogie van Man. Dat is Miss Money Penny, alleen bedoel ja maar dan, de, maar dan de baas over, uh, over, over Tony. Ook ja. okay, gemerkt dat, dat, dat de enige persoon ja. waar dat die een echt nog lust ja, 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 ja. ja. Dus dat zijn, dat zijn dingen die er die, die al waren, eigenlijk in die films. En dat is zo jammer dat, dat er dan weer zo on de nose moet opgeduwd ja, worden. Ja, absoluut, zo. dat vind ik ook. Kijk keek daarnaar en ik zeg van dat is toch. Allez, dan, kijk ik wel, allez, dan zeg ik wel, dat is toch niet nodig. Nee. Maar daar komen we in Once Upon a Time in Hollywood geen last van hebben. <laughs> Welke vrouwen ja, ja, we we zitten er nog in buiten Margot Robbie? Oh, dat weet ik eigenlijk niet. Er ja. zitten er nog in. De regisseur van The ja. Matrix. <laughs> <laughs> Juist, ja, dat zijn twee vrouwen nu, inderdaad. Dat waren altijd al twee vrouwen. Ja, dat is waar, sorry. Je moet lijstjes Er was een lijstje onlangs bij de beste films geregisseerd door vrouwen en die stonden ertussen dan. Terwijl ze geregistreerd zijn als man. Nee, dat waren altijd al vrouwen. Er zijn er wel een paar nog. Dakota Fanning speelt in. de favoriet van Sven Margaret Qualley. Wat heb ik nog? Ja, daar moeten we toch serieus over hebben. Dat is gewoon niet dat ik er wil gooien als... Grote Nine Luke Perry is een alistee. Luke, Luke Perry is een laatste. Ah, ja, nog ja, ja. een klein beetje laten we dan. We er ook niet lang eens een minuut onder. Nee, nee, maar nee, toch nobel. een minuut een ode. Nee Eén nee, nee, minuut, minuut, is lang genoeg. Ik heb hem ooit gezien in dicht. Tien om te zien of zo? Nee. Hier <laughs> ja, in de stad, hier in de stad in de, in de metropolis. Nu, alleen mm -hmm. toen nog metropolis kwam die 8 Seconds voorstellen. Uh, film over radio uh, uh, rijders, een hele goeie, onderschatte film trouwens. En die die lijkt me ook zo echt down to earth, sympathiek, top. Ja. ja, maar dat kon misschien als een comeback geweest zijn. Wat je net al een Tarantino? Het was een tragisch moment. Ik denk dat veel mensen dat ook wel hadden, zeker van onze generatie. Absoluut. 90210 was toch zo. Allee, voor mij was dat ja, ja. man een bijbel om uh, het tegen de vergeten te gaan uitleggen. <laughs> ja, dat was bij oh, mij, mij Miami Vice. Generatieverschil ja. generatieverschil. ja, um, ja maar daar is... zit ik ook meer eigenlijk. <laughs> Sonny Crockett. En ik like uh, 90210 net niet eigenlijk. Ja, maar jij bent ook iets jonger dan ik. Ja. Dat zit er ja. zo wat tussen. Dus hè? jij wat aan Melrose Place meer? Ja, ik kijk niet zoveel naar VTM's. <laughs> ik denk dat dat bij mij begon met Dawson's Creek. Dat, maar ik ben de jongste van de no ah, ja ja. ja. Ah, Katie Holmes. Ja. Ja. Bij mij was dat Kojak. Uh. <laughs> <laughs> He's looking at you, baby <laughs> Put the lolly back <laughs> <laughs> Wat is uh, iedereen zijn favoriete Tarantino film Als je die ah. moet kiezen Ik denk Martin, dat het Pulp Fiction zou zijn Pulp Fiction dat verandert van dag tot dag, maar als ik me nu zo vraag, Jackie Brown, maar morgen iets anders denk. Is dat niet de kracht ik was uiteraard zelf ook kon denken? Het is een beetje de kracht van hem, hè. Het is, uh, hij heeft zoveel goede dingen gedaan. Ik denk dat je moet zeggen, Pulp Fiction, omdat het een belangrijkste is, de doorbraak. Maar dan begint iemand met maar en maar reservoir, dan, dogs. reservoir dogs. Maar ja, maar ik denk dat reservoir dogs, is geworden een is wat er geworden is door dat Pulp Fiction. Uh, Zo'n groot gewone. Ja, bij, bij een groot publiek. Maar wat ik wel nog weet, dat is ook de eerste dat ik gezien heb: Reservoir Dogs. Hè. Ik heb een hele tijd gewerkt in de cartoons vroeger. Hmm. Die, hè, de, en uh, ik, de, de, ik weet dat die, die uitbater ervan, een Erik Kloek, dat je tegen mij zei: dat moet Je moet gewoon zien, dat is het verhaal. En ik dacht: Oh ja, oké, okay, is goed. En ik herinner me vooral, als ik die eerste scène zag, dat die allemaal aan tafel zitten en tegen ja. elkaar aan het babbelen zijn over Like a Virgin en. Hè, Heel dat, uh, heel dat gesprek over tipping the waitress ja. en zo. En je zit er naar te kijken. En wat voor mij in ieder geval. dat al direct uniek mochtte Was ik zat te zien en ik dacht. deze is een gesprek dat niet exposition of plot-driven is. maar dat is echt laten zien. een bende gasten. gasten ben die, gas die op tafel zitten. en ja. die shooting the shit zijn ja. over allemaal flauwekul. Ja. En het wordt eigenlijk pas serieus wanneer die een baas het kotsbeu is. Ja. en zegt: we moeten gewoon werken. Ja. Hey, en ook heel dat, well, why am I Mr. Pink? Because you're a fag, you know, oké? Okay? <laughs> zo al dat gedoe, ja, dat, dat maakte dat direct uniek. Ik zat er nog te zien en ik dacht, wauw, deze heb ik nog nooit gezien. En hetgeen dat ook natuurlijk opviel, bij in al zo'n films is, is die muziek. Ja. Maar toch tijdens dat gesprek van Like a Virgin, worden eigenlijk de karakters al allemaal ja, het is aangetoond. En, het, en, nee, ja, ja En je weet al direct dat Steve Buscemi, wat voor persoon dat toch gaat ja, zijn. Ja, ja, Allee, ja, ja. Uh, ja. En dat maakt het supergoed, hè. is Prologes van de film gewoon. Ja. Maar, maar het ding is, bij Tarantino is ook, zelfs zijn mindere films, als we dan zeggen, dit proeft dat dat dan zijn slechtste is, zal wel een beetje algemeen aangenomen zijn, ja. wat ik zeker nog altijd goed vind, zeker. is, zelfs met Django Unchained, ik vond dat, de eerste keer dat ik die gezien heb, iets minder, maar zijn films, als je ze herbekijkt, worden ze altijd beter. En, ik Django Unchained kan... is een goed voorbeeld, uh, dat is ook de film. Als je ontbabbelen ze nu over, over Quentin Tarantino, hoeveel dat die film gequote wordt. Mm. Als ze zo'n stukje terug bij ons is dat toch keihard. Ja, ja, ja. ja, ja. Hey, the Big House en... Uh... In the Big House! <laughs> <laughs> ik, ja, ik, ik heb jij ik kon... meer met, met Pulp Fiction, bijvoorbeeld. Ja, ja. Oh, dat... ja zeker, maar het is met als een films. Het, het is, die maar, blijven leven. Maar, en en heb ja. dat niet dat dat beter ik wordt met elke visie? Ja, ja. Ik, ik vind ik, dat toch... Like, ik had dat met dat hate, ik dat ook. Ik ja. vond ja. het hate, Hateful hate Zwar beter de tweede keer. Ja. Allee, niet dat ik dat... Slecht vond de eerste keer, maar ik vond maar het, weet het beter. dat. Op theater. Weet, ja, wel, maar ik, omdat ik, ik uh, luister altijd een rolle podcast. En dat weet, ja, ja, weet ook heel goed wie dat wie is. En ik verschiet er ook niet van dat jij dat. Want jij komt. Dat is lang, hè? Ja, dat is theater. Toch? Dus, Rar van een theater. Ja, maar dat wil ik niet in de cinema zien. Dat wil ik in theater zien. Ik heb trouwens. Uh, ge, is dat waar, ik denk dat ik dat gelezen heb, dat ze, dat ze wel plannen had om daar een theaterstuk van te een maken. Een Netflix uh, serie. Maar met andere acteurs. Ah. Okay, dat is raar en onnodig, denk ja, ik ook niet. unnecessary. Ja, nee, ja, nee ja, maar, ja, maar hij had er een uitleg voor, omdat hij zoiets zei van, ja ik, die, die lines in dat stuk, is zo sterk, moet dat overstijgen. Maar hij zei ook wel dat die acteurs, dus de, de echte, dat die er al niet mee akkoord waren, want die konden dat niet verdragen, dat die anders dan hun rol gingen ja, doen. En terecht ja, dan wel, dan dan ja. ja, en terechtvinden. Dat snap ik ook wel. En ook, het is en blijft, je hebt meegespeeld in een tarantino flik ja. Ik denk dat dat... Uh, ik denk dat dat sowieso een, een highlight wordt van uw palmarès als acteur en actrice. Mm -hmm. um, en dat je dan ook liever niet hebt dat er iemand anders nog een keer diezelfde rol gaat spelen. Maar zijn we nu bezig over theater of over de netflix Nee, ik, ik gooi het er gewoon tussen. Nee, wat ik, ik gehoord heb, was dat, hem, dat hem het, om dat vol eet hate, Ja, Sven zal dat wel kunnen bevestigen, maar het is een banaan theaterstuk hè. Oh, ja, het Precies. is één locatie natuurlijk mm -hmm. tuurlijk. Ja. 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 Dat is een beetje gelijk dingen, wat, wat ook een theaterstuk was, maar wel een goede film, vind ik ook. Glen Gary, Glen Ross bijvoorbeeld. David vindt men het zeker, is, hè? Ja, ja, maar er zit zelfs nog meer variatie in dan in heet verleden. qua locaties. Ja, of, qua locaties, hè, maar ik vond... Ik, ja, ik, Kunnen Reservoir Dat ook... Dat zou ook, ook, ook een ja, absoluut. Dat is bijna ja, gebeurd, absoluut. ik heb er ooit een disclosure voor getekend om dat, om dat mee te doen, maar dat ik was geen toestemming van uh, Tarantino. Echt? En maar, wie was het dan? Jan de Cler, uh, wie stond er nog op? Uh, Robert De La Haye was de gast die het, eigenlijk het idee had uh, opgevat. Om dat, om dat als theatervoorstelling op locatie ook met auto's en alles. en zo, Maar krijg kreeg geen toestemming van Tarantino. Ik denk dat heel veel mensen nadenken. Damn, dat is maar de Fun Loving Criminals mm. hadden ook geen toestemming. Dat wilden er ook niet tegen. Hè? En dat heeft uh, Scooby Snacks mm. wel ja, ja, niks opgeleverd ja. voor hun. Well, dat er is, is misschien uh, nog hoop. Hè. Uh, voor yeah. dingen zoals er ook nog hoop. Bittersweet Symphony. Van ja, maar de we gaan <laughs> dat ook meegemaakt met, uh, met jouw DVD, met Muse. Muse, ja, maar dat is. Muse daar gedaan heeft, dat is iets wat mm. artiesten traditie gewijs doen. En ze zeggen: we zouden liever hebben dat je het niet gebruikt. En dat is namelijk. Um, ik had als intro een nummer van, van uh, the second law van die plaat, van Muse. Hè. Dat was een soort beetje ja, instrumentale intro zelfs eigenlijk. En ik denk dat het op, bij, op en al anderhalve minuut, max twee minuten duurde. En uh, die zei, ja, jij mocht dat gebruiken op je dvd, als je ons 35.000 oh, ja, ja, euro betaalt. Ja, ja, ja. En dan had ik, ik zoiets van, dat kon ik niet doen. En dan op een uh, synthesizer... Ja, er is dan ja, inderdaad zo. Gebeurt, en, uh, dat is exact wat er gebeurt. Dat is exact wat er gebeurd is omdat wat je natuurlijk wel hebt, is heel die lichten en alles is afgesteld ah, op dat waarop, nummer. Ja, ja. Dus je moet dan eigenlijk ook een nummer hebben dat een beetje... Eh, Word je erbij gedaan? We Carpenter Bruto is dat al gecleared? Ja, dat dus, uh, is sinds aan het clearen momenteel. Dus als dat niet gecleared wordt, ja, dan, de, de, dan zullen we wel zien met key Die doel. moeten normaal toch minder lastig doen. Maar is fan Brut. van Carpenter Bruto? Jawel, jawel, jawel. Heb je dat al live gezien? Nog niet. Ik vond Nog dat niet. verschrikkelijk live. Ja, was dat niet goed? Ik heb dat nooit meer opgezet sinds dat ik dat live gezien. Is Is dat echt? Dat is zo Dropkick Murphy's uh, Hollanders gevoel. Zo. Echt? Ik vind dat verschrikkelijk. Maar kun je dat laten gooien? Ik vond dat goed, maar sindsdien nooit meer ja, opgezet. Niet meer. Hij mag even in Carpenter Bruu toch ook ja. goed? We weten niet over wat dat gaat <laughs> spelen. Ik heb dat Jongen, ik heb, heb doorgestuurd naar u. Dat was, dat was ooit een mixtape van mij, en dat was het laatste nummer. Ik zal zo ze dat ik het nog ken. Ja, maar we zullen het toch wel een keer een andere keer over Carpenter Bruu en het is goed. No, 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 Tarantino. Ik heb al gehoord: Pulp Fiction. Jackie ja. Brown. Pulp Fiction ook. Alex, wij zijn jouw favoriet. Goh, um, dat is een moeilijke, vind ik. Want ik vind, er ik, vind, ik vind die eigenlijk allemaal op hun eigen manier leuk. Een van mijn favorieten, dan, ik zal maar zeggen, om niet een typische te pakken, is Inglourious Bastards mm. Die vond ik ook echt fantastisch. Dat was mijn favoriete film van dat jaar. Toen ja. was dat negen of 8 of ja. zo was dat zeker. En eh, zo een aantal van die scènes erin, gelijk dat die er in die kelder zitten, ja. dat die dat spel aan spelen ja. zijn, met dat stickerke, en dat je die, 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 die SS-officier gevoelt al, deze gewoon helemaal verkeerd ja. aflopen. Ja. Hè? En die... Dat is, zoals... dat is ook iets dat wat Tarantino heel goed kan, is, is scènes opbouwen. Ja, ja kortfilms ja. maken. Hitchcock-style ja. ja. <laughs> Sven, ben een grote fan van Hitchcock of ja, wat? dit is het jaar dat ik Hitchcock uh, heb ontdekt. Uh, is dat echt? <laughs> ja, ik, ik bedoel, ik weet wie Hitchcock was, ja. is, uh, en, 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 Gelukkig. Ja, ik had er zo twee of drie films van gezien, maar nu ben ik echt into Hitchcock, Allee, ik wil elke week een Hitchcock film zien. Oké. Okay. Ja. Ja, ik moet dat ook eens doen, want ik heb er een paar gezien. De mensen mens, hebben Vertigo gezien, je het Psycho ja. gezien. De, maar zo die... die hey, Wat is dat? Rear Window? Frenzy die Die heb ik juist gezien vorige week. Frenzy, dat vind ik... Ja. Die, die is naar boven. Oh. Ja, maar Rear ja. Window is ongelooflijk. Uh, ja. ja, sorry. <laughs> ja. 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 Maar het is goed, Sven. Ik ben content dat de Hitchcock ontdekt hebt op je... Uh, en, en, bijna 44? Bijna 45. Goh, ja. Jackie Brown is... Ik zeg deze ook om het daar even over te hebben, want dat is ze zijn allemaal buiten. Inderdaad, die uh, deadproof-dingen. Ik zal eerlijk zijn, dat is ook hetgeen dat ik het minste gezien heb. Jackie Brown vond ik ook fijn. Wat ik daar heel cool om vind, is dat die laid-back vibe. En ook al er straks door iemand aangehaald, de soundtrack. Hè? Mm -hmm. oh, ik las ooit iemand, of ik heb een podcast gehoord. En dat was iemand in die zei. En dat was eigenlijk, ja, simpel. Maar die zei: je moet op letten. Heel veel van die nummers. Hè? die dat je nu voor kopit zitten. Komt daar kom zitten. De, de films de kende door yeah. die soundtracks. soundtrack yeah. want je doet allemaal wel of dat je dat allemaal al kende, yeah. maar dat is niet. En daar zitten Evan Cool en the Gang en al die typische Steelers doe, wheel. Je yeah. doet nu allemaal yeah. iedereen ja. maar ja. zo voor die film. Ik denk die groepen hoe, hoe schatplichtig dat die bands ja, 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 allemaal moeten ja, ja, ja. zijn om zijn een uh, bepaalde acteur zoeken. Ja. ja. die hem dan niet helemaal terug uit te vergeten laten die Robert Forster bijvoorbeeld. Ja. Maar hij nog gedaan, Jackie Brown is die echt teruggekomen. Die net op een paar dingen is gedaan, maar die net toch wel allez, een revival heeft geschat Door deur. Dus ik denk wel dat het ook wel de beste rol is dat je ooit gespeeld nee, hebt. Nee, Alligator. <laughs> <laughs> ja. ja. Oké, okay, misschien. Ja, ja. It, ja. Jawel. <laughs> Alligator is de kakoele film die ze nagelden. Die gaan de. de... Kun je een beetje meer uitleg geven voor Alligator? Want alligator ja, ja. is de film uh, begin jaren 80 en gaat over de uh, urban legend, die hier zelfs in Antwerpen ook uh, mm -hmm. van, uh, ja. van pas zijn geweest. Dat er uh, een klein alligatorke dat gekocht was door een kindje en die je vader had zoiets van nee, gewoon niet doen. Die spult dat terre in de wc. En dat werden monsters in de riolen van New York en... Ja. en ja, wauw. En Sven, hey, ik ben al blij dat hij denkt dat het een urban legend is en dat hij niet denkt dat het echt is. Een urban legend is echt totdat ze totdat het dat het bewijs is dat het niet echt is. Voilà. En dat kun je dan nog het bewijzen dat het niet echt is. Dat dus ik het niet. is echt. <laughs> maar het is zo. daar door Robert Forster mee. En, en het is gewoon na zo'n nieuwe krokodillenfilm die gaat uitkomen van de zomer. Ah ja, van, was dat niet door James Wan produced? Het is zo over een overstroming, een orkaan en dat ah, de crawl. Ja, ja, crawl. En dat de alligators. Heeft James Wan daar niet mee te maken? De trailer is fantastisch. Oh, nog is niet echt gezien. Zo, nog ja, niet gezien. Een krokfilm in een donker in, 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 in Plassenwater. Robert Forster zat ook in een andere film die ze nu ook gewoon rebooten. The Black Hole, je die ah, nog meer in het... je nog herinnerd? Die hebben we gezien. Die hebben we besproken. Nee, besproken. Die ja. ja, ja. ja. film is van kwam. die, jong. Ja, ik vond dat kagoe. Maar oh, wederom hetzelfde. We ik heb dat niet meer gezien sinds dat ik yeah. 12 jaar oud was. En ik wilde was dat zien sinds mijn ben 12. Ik was er ook anticipated voor. Ik had die plakboek van Panini. Ik wou dat zien en ik zag dat en dat was zo slecht. Alleen die soundtrack van John Barry is heel goed. Dat is heel mooi, hè. Ja. Ja, maar ja, John Barry, ik bedoel, dat is ook zo'n... één van die mensen, gelijk John Williams, hebben nou niks ja. kan verkeerd doen. John Barry met zijn horens, hè. John Barry. Leeft hij nog, John Barry? Nee. nee. Oké. Okay. Ja. Nee. Dat is goed, dat weten we dan ook. Nee, ik ging zeggen, als die doodvalt, ga Hans Instagram volstaan, natuurlijk. Maar ja. uh, het zal ja. voor John Williams zijn als die doodvalt. De mensen die nog niet uh, naar uh, de Gremlin Strike Back podcast, uh, luisteren, Absoluut een aanruar. Een van mijn favoriete segmenten. Is uh, het, dat ze vaak in het begin van de aflevering Don't Fear the Reaper. En dan, uh, don't Fear the Rieder, <laughs> ja, sorry, Don't Fear the Rieder, maar ik bedoel altijd nu denken het nummer, denk ik, dat is ja, mijn excuses. Uh, eh, waar daadwerkelijk Svin de, de Rieder uh, gevraagd wordt om de lijst van de overledenen. Dus we uh, de, de in memory, ja, Dat is fantastisch. Okay. Maar, wat heel cool is dan klinkt, dan, ben Ik ben er al heel, van, van. Heel cool in het segment is. Ik bedoel, ik heb een filmkennis, maar niet zoals de drie heren daar. De helft van de tijd weet ik niet wie dat zijn, want dat wordt gezegd: producers, mensen. Maar dat wordt dan met zo'n enthousiasme verteld. En ik denk dan ook: oh ja, natuurlijk, de Dien. Maar de helft van de tijd is dat. Wij ook niet, maar. Je niet. Maar ik wel. Maar dat is de bedoeling, dat de mensen dat gewoon opseuken. Ik vind dat zo erg dat zo iemand sterft en dat is dan zo: die was big in his time en dat is dan zo'n katerntje even in de gazette: de Dien is dood. We spreken er niet meer over. Nee, dat, dat is, dat is Hollywood-geschiedenis. Ja. Ik vind dat belangrijk. Ik heb zo zelfs een, een, een aparte hashtag gemaakt op Instagram: Sven's Classic Movies. En dat is, ja, er stonden meer dan honderd al overleden mensen die in Hollywood iets betekend hebben. Ja. ja, maar het zijn inderdaad ook dikwijls namen. Dat je nu de laatste twintig jaar of zoiets niet meer van hoort. Ja, dat hebt. ook niet kende. Sylvia Miles, hè? En die van die Midnight bijnaam, Cowboy. Just ja. on TikTok, Midnight Cowboy. Ja. 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 Juist overlijden, ja, Dat overleden. zie je ook in Memoriam. Die, in uh, die je altijd dat deel bij de Oscars. Dat is mijn favoriet, En dan zie je ook allemaal <laughs> mensen voorbij komen waar je van denkt: oh ja, of, oh god, een die. Of niet voorbij komen. Of, of niet komen. helemaal. Ja. Ja, vergeten worden. Dick he, ja. Miller die je vergeten ja. bent bij de Oscars. Ja. Verschrikkelijk. Zoek het op, Dick Miller. Wat Dick Miller kende. Ja, Dick Miller. Achem Ik luister er hè. Dus Dick Miller. Ja, maar nee, dat zijn andere mensen Dick Miller. geweest Je dan mij, Ik was even Ik ben in de kamer. Ja maar die staan niet op? We willen hier Oh, stond je erin? Voor de show. Ah, oké. het is 26 graden geworden. Ik heb iets mee dat ik nu zal bovenhalen, want anders zal het smelten en. Oh. Spakken wacht. Tractatie. Oh. Het is eigenlijk iets dat Sven voor mij ging meebrengen uit Texas. Ah, ja. Maar je hebt het niet gevonden. Nee. Dus ik heb het in Gent gekocht. En, uh, ik, okay. Sven wou het ook proeven. Ik dacht ze het zal sparen en we kunnen misschien allemaal samen proeven. Kijk, Het is wel een first deze. Een cool. podcast: Een die je voor de catering zorgt: Bart, de Duitse. Ah, ah, ah. De primeur. Zowel, zowel Bart als Sven die doen niet anders dan eten tijdens de, op, uh, tijdens de opname van de Gravens. <laughs> ja, we kennen ja. 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 die. Mabbeltawafoli die, die, uh, die, ondertussen. Die, die, um, hoe heet die podcast? Um, Um, uh, fastfood. Uh, wie weet dat nou weer? Ik zeg babbel het volgende keer. In je podcast met fastfood <laughs> en films ging dat Junk Junkfood cinema. Junk cinema. En die, die koppelen altijd uh, uh, junkfood aan een bepaalde film. Het is ook tof dat je zo voor de mensen thuis die luisteren en te roemelen ze in hun rugzak aan de micro. Want ja, zouden zamen we anders <laughs> doen. Eere, eere. Zo babbel anders vol. Zet die pin, zet die pin. Zit er een pin aan het toon oh, aan een micro? Wacht, 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 wacht. Oh, Indiana Jones. Ja, ja, he? ja. ja, ja. Alle dingen. Raiders. Raiders of the Lost Ark. Ja, dus ik zal Sorry. het even uit. Ja. ik ken ook nog iets anders mee, omdat mijn moeder altijd geleerd heeft van niet met lege handen ergens toe te komen. Dus ik zal het even allemaal uitgaan. Goh, bent, fantastisch. Uh, hier, Andries, dat is voor u. Oh, café en Hé, maak je. Had... Moet je ik... Ik reageren? Zal wel zijn. Ik zal het iets zeggen, hè? Ik kon een, oh, een combinatie met café noirs. De original Oreo zoek, by the way. The... Ik hebben echt gelusterd. Ja, <laughs> ja, ik heb nog iets mee voor allemaal, voor nu, als we een keer een klein honger kregen: Bimbo's. Oh, Marce Pino. Pino! Yes! <laughs> yes, dat gaan we live zien, gaan live zien. Lucas, uh, Lucas Lely is al grote fan zijn van Bert de Duits. Ja, ik was, uh, ik was in de auto aan het luisteren onderweg naar Antwerpen om te komen eten en ik zijn speciaal in Kruibeke afgereden om een pak koeken te kopen. Ja. <laughs> Zie je het dat het in Kruibeke was bij de McDonald's? Oh, maar eigenlijk true. heb ik dit mee om te proeven. Ik zal het een keer tonen aan de luisteraars. Okay. Um, dus, uh, dat is iets voor in de cinema ook. Hè. Dus, um, we hebben hier uh, MM's met peanuts met jalapeno. Oh! Er ooit uh, dingen scheten uh, met steen, uh, Dingen, chili, Stijn, uh, ja. um, dinges, uh, chili uh, hot sauces. Ja. En Sven, wil wou dat ook proeven. Ik wil dat ook proeven. En Maarten heet dat niet maar graag. Ik zeker. wil nog ik eens even iets zingen over die Kevin Warkis. Ah ja. Mm -hmm. De ultieme combinatie. En iedereen lacht er altijd mee, maar dat is echt, je moet dat proberen. Met je hier, nee, nee, nee. Die kleine nog je moet een kleine gerugstil opleggen en daar samen in mijn toe, Je weet niet wat je preugt. Ja, daar ga je grukken ja, ja, in je friego toe. Cornichon. Ja, maar zo ja. die kleintjes, die zeuren ja, ja. hè. Die zuur op die Zutekaf en waar? Ja, wel, ik ben al na al fan, omdat er weinig mensen fan zijn van augurken. En dan ga je al zegt een cornichon erop. Dat is bij mij hetzelfde het gelijk. Ik zonf. hoorde het magische woord. Met ketchup. En ik dacht: alles is beter met ketchup. Yes. <laughs> en Wij moeten zeker nooit niet samen gaan eten of wij wegen allemaal 100 kilo. Wacht, wacht hé, we gaan uh, nog geen café in Eerst de jalapenos, he, ja, 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 ja. voordat ze, ze smelten. Ja. Ik zal het saks doen hè. Ja. Sorry dat ik dat hier kaapt hè? Je concepten Nee, totaal, nee, nee, doe, doe maar kaapt, maar wat dat je doet. Als, als het eten kleurtjes? Je, heb je, je, je kleurtjes? <laughs> 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 ja, dat ziet, dat ziet, eruit als gewone, uh, nou, ligt als, ligt als ligt gewone gele M&M's. Kan een beetje rondgaan hè? Wacht. Ja, maar nee, Is het ligt dat ligt daar hier maar? Op? Ik wil daar zien waar voor dat ik die meenamen. <laughs> Uh, oh, misschien ouais. hebben er wat veel, ik weet niet hoeveel erin zitten. Maar is er een verschil in, in, in intensiteit? Oei. Geel, groen? Uh, ik weet niet, wacht, ik kan okay. er een beetje aan Andries ook nog geven. Ik kan er een paar rond aan Andries ja, geven. Wacht. Wacht. dat is hier ons mag, mag ik proeven? Nee, wacht. Oh. Moet er een cornichon even erbij? Nee, nee. <laughs> je ziet er al een groene en een roeie peper. Ik pak het een hier, groene. Ik een groene. Een, een gele. Oké. Okay. Oh. Oh. Bart, een... mag ik hier even dat seksje Ik het hier Ja, ja. Dan mag het houden, ik moet niet terug hebben. Het smaakt naar een gewone M &M ja. ja, je krijgt wel iets door. Vel. nou maar, ja, een maar, beetje pikant. De nasmaak. De nasmaak pikant. Ja. Het is alsof dat een gewone M&M zo deed met een, een jalapeno op. Ja, er niet tegen. Maar nee, ik er niet tegen. Dat een goede kick. Ik ben nog aan het wachten eigenlijk. <coughs> ik weet niet wat ik... Uh... Best binnen twintig minuten ga ik LSD. Oh. Ja, na heb ik hem. er. Ja, oké. Okay. Ja, dat is cool. Dat is een goede intermezzo, dat. Oh, eh, ja, maar het is omdat het was te warm. Ja, we het moesten worden. even bekomen en gedacht, uh, het is hier na 27 graden, dus ja. weet wat, wat, we gooien er wat, wat jalapeno's in. Dan, uh, dan wordt dat hier de zweetaflevering. Um. Het wordt in ieder geval geapprecieerd, ook naar toekomstige gasten. Super. Je <laughs> weet, weet wat de standaard is nu, je weet het uh, been set. De marciapino, aka bimbos. Dat is zo lekker, in een Marcepino. Oh, dat is een jaren geleden dat ik dat gegeten heb. Oh. En dan had ik hier nog mee? Oreos en uh, café ik hij. Uh... Nee, ja. Oreo's moet meer een glas Caf... melk. Ik zal het nog eens. Zien, en café en waarmee nog augurk. Ja, maar met die klintjes. <laughs> kleintjes ja, die... ja, 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 ja. Kleine zure corniton. Ja. Heeft die anders buiten de al geproefd? Ik vind dat dat echt het moment is voor dat te doen, eigenlijk. Ja, maar ik heb echt geen auguur, <laughs> Jammer. jammer. Ja, maar ik heb nog een van Erik Van Loo geluisterd en de GB is niet ver, dat schijnt, hè. Dat is waar. Maar toen zat hij ook al... Je ja, dat ik hier overal graag in deze kamer. En, 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 en zo, zo... Ja. En En, en, maar, en er was ook wel een A-list regisseur. Daar willen we al eens totaal ja, voor <lacht> <lacht> er, is, er is een, er is een ja, verschil. De, de C-listers, die brengen hun eigen grief mee, Ja, ja in de eerste film met hij hem heel hoge gecast, <laughs> En ja? die hebben niet zo'n audio-commentaar-ding gedaan bij die ja. film, ja, ja, ja. Dat lijkt mij wel leuk, dat je dat doet over een film waar je zelf een ding gespeeld Ja, dat dan weet ik ook wel... heel veel nog. Ja, ja. Is dat zo bij je als filmacteur? Um, als jij zo... Ik weet dat, als wij, we hebben muziek gedaan, uh, dan gaan we naar een andere band kijken. En dat verenueert dat soms een beetje, omdat je... Hoe groot dan de groep ook is, je weet wat die aan zijn. Je weet wat er achter de schermen gebeurt. Is dat voor filmacteur in ieder geval ook? Als je dan Quentin Tarantino ziet? Nee, want dan noem je slecht voorbeeld. Omdat dat dan wel eten en drinken is voor een acteur. zie je ziet wat daar allemaal in gebeurt. En dan denk je van. Met slechte dingen zitten dat meer. Dat valt direct meer op. Wat bedoelde, je? Omdat de magie weg is? Omdat je technisch. De magie is inderdaad weg. Maar het kan ook in je voordeel werken dat je zo. Dat is met alles zo. Soms als je. Iets begint te doen, dan is de magie weg. Ja. He, iedereen weet nog, toen ik de, de eerste keer naar een film keek, dat was altijd uw lievelingsfilm. Ja. Maar de eerste vier keer dat ik naar de cinema ging, dat was vier keer mijn lievelingsfilm. Ja. En mm. dan begin je niet echt gejaded, worden. wordt. Dus sommigen beginnen er allemaal wat te zien. En je werkt alle drie in de sector, en gaat ze dan nog eens in een acteur. Um, helpt dat, je, zeker in een filmpodcast, dat je gewoon soms ziet dat op het niveau waar je soms over spreekt, dat ze daar ook beginnersfouten maken. Bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld, en daar wou ik naartoe komen: de Game of Thrones uh, coffee mug uh, hey, Star ja, Starbucks Express. Ja. Ja. Ah, wel, iemand zegt die is expres, maar we hebben hier de Bert en mij er nog speciaal voor gemaild om eigenlijk een, een zaak te maken dat het niet zo expres is. Maar alleen Starbucks brengt. Bringt toevallig. Dat was Starbucks nee. Hè? Ja, maar Starbucks brengt toevallig een paar weken ervoor een Dragon Coffee op de markt. Kom on, hè. Niet onnozeldongen. Ik denk niet dat ze dat zo'n doen voor dat hè. Niet onnozeldongen. <laughs> nee, ik werk in Maar jongen die is naastmaken, is echt slecht. Ik heb precies steeds uh, een dood vogeltje in mijn bank. Er zit ook <laughs> in. Echt waar. Jalapenos maken ze van doei vogels. <laughs> <laughs> dat wist er niet. Hè? Nee, maar ik werk dus in postproductie en we zijn ook al een paar. C, Hollywoodfilms gedaan, mijn werk, en de dingen die de niet ziet met zes man, ook al hebben er al twintig 20 keer naartoe gekeken, dus je ik kan dat niet voorstellen wat dat plots op het laatste van de postproductie toch nog opmerkt. Ja, maar dat, is, dat, dat kan ik me wel voorstellen. Dat is echt, he, er was nu een, een film, Backdraft 2, die nu op Video on the Mind in Amerika uit is, er zat gewoon... Die, al die gedaan? De, de visual effects. Ja. De, er stond gewoon los in beeld een, een statief, hè, een, een camerastatief van de Steadicam. stond los in beeld, echt, en ook front van, van de lens. Hè, maar je zit nog de achtergrond te zien. En plots zo was dat die regisseur oh, 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 wat is dat hier? Je zet de pauze, je zit er nog te zien. Ja, we zien dat. En, en toen ja, zei hij, ja, ja. ja, keer een keer terug. Ja, we zien het niet. En toen zei hij, ja, hier. Holy shit. En dat, dus, ik kon er niet nergens zien. Hè, dus mm -hmm. die, die in een beker, dat is, dat is gewoon gepasseerd. ik ben dat verzekerd. Dat, dat, ja, dat er dan niemand opgemerkt heeft. En dat dat... Ik niet, ze moesten wel over iets anders hebben dan over het slecht seizoen. Dus ik... <laughs> ik ben geen Game of Thrones-kijker, dus ik hoor alleen maar wat ik hoor. Je nee. moet wel direct negatief gaan nee, 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 nee. Typisch Sven. Nee, <laughs> niet waar. Niet waar Op maar... voorhand afbreken. Nee, nee. Ga, ga, wordt er bij. Ga, ga, ga. Uh, well, Game of Thrones, Game of Thrones. <laughs> ja, <is lacht> ja, ik zijn ook acht jaar eraan gespendeerd. Uh, dus uh, dat, dat, dat is doen. erg. Hè. Acht jaar van je leven spenderen aan een slecht dag. Dan kun je beter een film zien van twee uur en dat is over. <laughs> en dan is het twee uur van een taartje passeren. <laughs> wat was het sterkste? Lost of Game of Thrones? Aandig was. Lost. Game of Thrones. Want die konden geleerd hebben van Lost. Mm, dat, ja, is dat is wel punt. een goeie, goed argument. Hè? Ja. Ja. En toch was Lost slechter. <laughs> <laughs> Omdat bij Game of Thrones kunnen nog zeggen: het enige, de, de grootste kritiek dat je kunt hebben op dat laatste seizoen is eigenlijk dat het wat gerushed is. Dat is wat je vooral voelt. Hè? Dat je denkt: had na tien afleveringen gedaan per seizoen, met die laatste twee seizoenen, en gaat daar rustig aan. Gaat die kunnen opbouw af, af, ja, wat ja, ja. langer kunnen laten duren. Gaat een, een paar van die afleveringen kunnen hebben die die oude seizoenen ook altijd hadden. Zo de. We wandelen en we babbelen. Dus filler tegen elkaar. episodes. Ja, ja, ja. maar degene ja, dat die, die wel... filler, maar die, vul, nee, die vul... Zijn, vul, ja. ja, die zijn noodzakelijk om een karakter te diepen of om een motivatie boven te halen. Een of om het verhaal af te ronden. Voila, in dit dat. En dat ging heel snel. Maar waar het uiteindelijk allemaal terecht kwam, vond ik niet zo vreselijk. Dan had ik bij Lost veel meer het gevoel van. Jesus, die hadden echt helemaal geen idee de, ade, ja, 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 waar het ade, naartoe ja, ging. Ja, ja, ja. En uiteindelijk hebben ze het afgerond met de, de eerste theorie dat iedereen erover had. Wat nog erger was. Dat ik denk, dat daarom zo lang moeten duren? Ik zie hier Lost seizoen 1 en Lost seizoen 3 staan. Hoe sorteer je dat hier eigenlijk? Want dat is maar een rommelke, vind Dat is een rommelke, ja. Dat komt als je alles rap erin smaakt en dan denkt, dat gaan we nog wel eens doen. En mijn een Frank ook dat de laatste keer dat ik alles... Echt alfabetisch, hé. dat is altijd als je examen zet of zo. Dan begin je tijd voor avondschool. Ja, dan begin je zo'n ja. dingen te doen. En nu heb ik er geen tijd voor. Bij hoor. mij was dat vooral masturbatie. Dat herinner ik mij vooral eh, om mijn examen. <laughs> Ik denk dat ik mijn nagel nog eens moet afdrukken want er zijn al twee bladzijden voorbij. <totstuk> Masturbatie, darts op de BBC en golf op Eurosport. <totstuk> mag je nog één sport toevoegen? Een sport dat ik ook echt extensief gevolgd heb in examen. Curling. 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 <totstuk> ja, dat, dat ook. Maar ja. Dus, darts en golf heb ik nooit van mijn leven gezien zijn tijdens de examen. Zijn darts pre, en tennis. Pre-internetperiode natuurlijk ik heb nooit geen examens gedaan <laughs> nee maar de, hoe zeg je ja jo, dat zijn Dat hebben we hebben voor geen gedragd hoe zeg jij? zeg jij gewoon als kind beginnen acteren omdat ja, thuis omdat er thuis visa papa hè <laughs> oh. <laughs> ja. nee gewoon ik ik examens deed dan dan ik kijk af Dat was het Echt. dat was uw plan. Ja, en wij de dingen ding die mij interesseerden dat was zo hey, Engels en geschiedenis daar denk ik dan extra aan mijn best voor maar de rest maar wij studeerden ook niet we keken naar darts en we keken naar golf hè. daar ging ja, het maar over ja, maar he. ik, ik, ik gewoon films ik zat in de cinema ik heb veel gevatst <laughs> <laughs> ja, maar ja ons moeder die zei altijd manneke, manneke, zien films want later gaan we er waarheid uit voor hebben <laughs> Wat een schone, schone opvoedingsleuze. Opvoeding. Ja. Maar het was goeie, wel goeie. niet waar. Het <laughs> was niet waar, maar ja, man. Ik was zo'n van de vorige, dat dat de klimaatvatser zou geweest zijn. Ja. Maar ik deed dat, ik ging in de veur. Fatsen, in, in, in de veur ik ook veel veel. En in de namiddag gewoon een cinema. hè. Ik kan het niet meer terug. Moet maar, dat, maar dat ja. ging gewoon. Er was niemand die erover. Er was zo van: ja, een nota. En dan zeg ik: thuis, ja, ik kon eens nog een dokter. En dan schrijf je een briefje. Dat ging allemaal. Ja, en een goede truc was eigenlijk: ik deed dat altijd vanaf het begin van het schooljaar: zelf uw agenda met uw eigen handtekening tekenen. Als je dan een afwezigheidsbriefje <laughs> schreef en je zette je uw eigen handtekening onder. Dat was toch? handtekenen dus ook als het goed is. Ja, ja, zodat je niet een handtekening moet vervalsen, maar dat er gewoon je, je eigen krabbel is. Ik heb die van ons vader, een paraf, die ik, kan ik nog doen. Wanneer is de laatste keer dat je dat gedaan hebt? Is dat niet verkocht onlangs? Ja, onder, onder, onder dat contract van uh, het Echt Antwerps Theater wordt dat hem niks van wit. <laughs> Tarantino. Tarantino. Well, hier, nog, nog een van mijn favorieten is ook uh, Kill Bill. Ja, vind vind de eerste of de tweede. Allebei. Ik en vind voor, een, dat totaal een, een, allebei, voor ja, een totaal andere ja, reden. Allebei, maar voor een totaal andere reden. Ik vind dat een heel goed antwoord. Want de meeste mensen die dat je dat vraagt, zeggen altijd... En het antwoord is bijna altijd één. Ja. En ik dat heb dat er niet één. Dat is eigenlijk, eigenlijk niet waar, waar vind ik. dat ik twee ook zo goed vind... Maar op, op, een, op een totaal, totaal andere manier. manier. Ja. Maar de dialogen... Ook weer de opbouw van bepaalde gesprekken tussen twee personen die in, in, in Kill Bill 2 zijn, ik vind dat fenomenaal. Ik vind dat echt... vind dat ook cinema. Ja. En ik denk dat Kill Bill 1 een van de beste... Voorbeelden is van uh, het experimentele van de verschillende stijlen dat Tarantino geprobeerd heeft van in één film te steken. Hij mm. had heel veel Japanse invloeden tot op de anime, die er, de, de, de short, ja. de, 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 de stukjes die ertussen zit, Maar daar zit veel in. Er zit echt wel de gore in van de Asian movies. Je hebt mm. de western die er ook in voorkomt. Mm. Ik denk dat ten eerste toch wel. Ja, daar wel het voorbeeld van is. Van, uh, daar ga ik een keer in tonen, hoe ver ik ermee weg raak, denk ik zelfs. Maar als Fan aan uw reactie te zijn, je zijn niet per se fan van alle tarantino films. Nee, ik wil Bill ben ik geen fan. En waarom niet, Sven? Dat is te ver van mijn beetje de Aziatische Kung uh, fu films in toestaan. Nee. Dus ja, want ik zou denken. Wat Tarantino, omdat hij zo'n zo stijl heeft, dat dat eigenlijk bijna moeilijk is om dan ene film niet fan van te zijn. Voilà, dat wou ik ook zeggen. Ja, omdat er voldoende altijd in zit. Ik, ja, ja, ik heb, ik, ik... heb Kill Bill 1 ja. gezien en zei me niks gebleken dans? Nog dans met Daryl Hannah, de heropvissen van Daryl Hannah en, ja. en Michael Madsen opnieuw, dan ja. zou ik denken dat dat toch eerder nee, het iets was, voor u het, zou dat iets met de stijl te maken, dat ik me niet aanspreek. Ja? Mm. Mm. Ja, ik, uh, wat, wat, ik denk dat het hier even naartoe ging, waar jij het ook mee eens wordt. Is het feit dat Tarantino pakt altijd heel veel dingen pakt, het genrefilms die je meer leuk vindt. Maar hij mocht er altijd wel een Tarantino film ja, van. Ja, ja. Of een imitated never duplicated. Wat is de, ja. het gezegde? Ja. Nou, ik, vind, ik vind een Tarantino film. Dat is altijd een evenement. Als er dat... een nieuwe Tarantino-film komt, weten dat het iets gaat zijn. Mm. Is dat ook niet omdat hem, uh, we hebben koekjes gelezen, dat hem ook heel hard opkeek naar Stanley Kubrick, uh, omdat hij ook niet heel veel films maakt. Ik weet het, zo van die regisseurs die wat is dat. Ik weet uh, het, drie, is vier... geen nee, nee. Nee. Fans, het is misschien veel draaier hè. zijn. Dat is ook een beetje van uw financiën af, hè, natuurlijk, hoe, uh, hoe dat uh, zo'n Kubrick-fan kan zijn of niet, natuurlijk. Maar als je Pulp Fiction maakt, als je tweede film, ja, dan zit je binnen. Hè. Dat ja. kunnen je doen wat je wilt, denk ik. Zeker als je zo'n auteursregisseur zit. Zo Hoe belangrijk was die film? Full fiction. Voor, voor Tarantino zelf? Nee, voor iedereen. Is er een voor- en een na? Tuurlijk. Mm -hmm. Absoluut, hè? Maar er zijn nog zo'n films die dat een voor- en een na? Seven Hits en een Duffelback? Nee. Basic Instinct is ook een film ja? voor Basic Instinct, na Basic Instinct. Ja, bij Pulp Fiction, de snap de, ik het rapper, maar bij Basic Instinct Maar dat... De, de 90's daar, erotische thrillers. Ja, en, en erotische thrillers die, 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 die verder gaan dan, dan de Amerikaanse films gaan. Zo normaal, met, met het laken ja, ja, het randje de trantje ja. wordt uh, verder... De grens wordt verder ja, op. Seven. Voor Seven, voor. na Seven. De serial killer. Uh, mm -hmm. Dat was ja. natuurlijk ook Fincher. Hè? Allee, dat, was, dat was ook de, zo wat de, de introductie van Fincher op dat moment. Maar ja, 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 Alien, Alien 3 of, ja, eh hey, onderschatte film hè. Onderschat, onderschatte maar... en er bestonden nog kwijnen veel bobbanen van he, van Alien 3. Bobanen? Ja, want ja, dat is echt de... sinds de Gloria weet iedereen van <tot> een bobbanen ja, ja, de 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 directors cut van Alien 3 die, 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 die moet ooit uitkomen want, allee, ik vind Alien 3 trouwens geen slechte film. Zo een slechte film. Nee, maar, slechte film. Hey, maar dat wordt zo als, als, als verguist als van de slechte van de noob. dat was de vierde hallo ja. Ja, dat was de vierde al een pak minder goed. Maar ja. Ja. Nee Pulp Fiction heeft wel voor de indie-boom gezorgd hè. sowieso ik hè. denk mm -hmm. dat dat de film was die de indie-boom veroorzaakte, waar waarbij dan een Rodriguez of wie hadden nog allemaal van die gasten die dan wel een kans kregen om dat... Ja. 25 jaar geleden, uh, Gouden Palm gewonnen op Cannes, hey, laatste keer dat er een film mee gewonnen op de Republiek nog kwam zeker eh denken ze ook 4 months 7 weeks en 3 days, so ja. waarschijnlijk ook een eh uh, geweest Ja, ja. Zeg maar die once once a time in Hollywood is er eigenlijk al Echt veel van geweten. Hoe, hoe, hoe zeer dat dat Charles Manson gedoe invloed gaat hebben dat, dat, dat gaat er sowieso in zitten, want ik denk dat de, van, als ik wat van een trailer moet afleiden... De, je, ziet na, hem erin, Brad, ja, je ziet hem erin, hè? je ziet hem erin. Wie, pa wie speelde dat Tom Cruise, dan, die ging dan normaal spelen. Hè? Tom Cruise? Aha, was ja. dat? Ging de Cruise dat spelen? Wie speelt hem nu? Goh, dan moet je eens opzoeken. Een minder bekende acteur. Jullie zullen hem misschien wel kennen, maar ik ken hem niet in ieder geval. Wel, moet ik wel zeggen, als je hem ziet, very good likeness. Ja? ja. Ja, wel een gast, dat Je ziet ogenblikkelijk in die trailer. Dat is hem. <laughs> ja, die ja. een uh, die een hele rare Wie is dan ik ken hem niet meer. Als je de full cast doet op ja. de het uh, is de... Damon Harriman. De... foto. Ja. dat mm -hmm. uh, is hem ja, ja. Heb je? known for dus denk je kan scrollen of niet? kan scrollen ja, ja, je ja. Uh, known for Mindhunter. Oh, daar zat hij in en daar doet hem ook Charles Manson very funny ja ah, nog casters of... oké okay, ja goed die dus speelt die, doen, die dus... doen misschien ook acte de présence als dubbelhanger. <laughs> <laughs> yeah. once upon a time in Hollywood Charles Manson en hij doet het dus ook in uh... wie dat er ook in zit en uh, en uh, daarom dat je ook weet dat de mensen gegeven wel er al in komen een van zijn, um, ik denk degene die uiteindelijk Sharon Tate vermoord, ja, ik heb sinds naam vergeten, maar één van die vier ja. die je gast, uh, ja. dus zo een is een Brian of zoiets. Yeah, ja, ik. en die neemt in ieder geval ook een rol. Is zit dus. Bobby leider in. Ah, die zat altijd zat... in je nichten die nichten en een rol erin. Nee, nee, ik wil zeggen, ah. maar dan weten dat, dat, <laughs> ja, dat, dat het. Als Charles Manson erin komt, dan is het bekend. Maar als de handlangers er ook in komen. <laughs> ja, ja. Maar het speelt zich ook af in 1969, dus moet er, wel, moet er wel iets van inkomen. Maar ja, mensen was er natuurlijk ja, das, niet bij. Dat is waar, he. waar het naartoe leidt, he, die film. Ja. Is, ja. en, die is, en die en ook DJ Sebring, dat is zo een van die. De eerste, denk ik, dat op de Noeprit al een is. Die heeft ook een rol. Dus dan weten dat die scène. Gespeeld worden. Ja, maar zet, maar ja. mensen was er niet aanwezig. Dus nee. er, er, mensen moeten nog ergens anders ja, in voor het verhaal ja. tevoorschijn. In Komt de trailer zie je even, uh, denk ik, dat het personage van Brad Pitt en hem dat hij een encounter met dat die ja, zoiets. is hij. Uh, hij leert de masker kennen die dat die, die mee in die ah, cult. de the family zit. Zo de Manson family. En dan want ze zegt in de een trailer, dat uh, yeah, that's Charlie. You're, you're really gonna dig him. En dan stond hij zo al zo'n fan en doet hij zo'n soort. hé, hey, maar zie je ziet al, ja, tuurlijk, omdat je dat is foreshadowing tot en met. Maar zie je ziet al van ja, dat is niet, dat is niet ja, goed. Het mom moment dat Charles Manson ook in beeld komt, weet ook al Hans de zal. Dat dus Charles Manson. jullie naar die uh, podcast van Katharina Longworth, you must, de, vrouw, de, de vrouw van Ryan Johnson. Ja, de vrouw van, ja, misschien geen goede credit, maar de You Must Remember This ja, podcast. Nee. Wel, die heeft een hele reeks gewijd aan Charles Manson en, en, en zijn ja. invloed op Hollywood en dat is, het zijn zes tot acht afleveringen denk ik, ja, dat is kan die lang. Ja. Maar is dat die, werd... die dat ook. Ja, ja, ja. Ah, nee, een stem. Ja, en die werkt ja. meestal ook met een thema. Dus ieder seizoen is een thema. En wat was dan een invloed dan? Uh, dat wat zij vertelt. Dat, dat dat die heel veel connecties had. Ja, Over Dennis Wilson ook, ja, die de, Tom de, de, Tom de, van, van, van de, oh, de Beach Boys. Ja, Beach boys. Ja, die zijn eigen boys. gedronken hadden. Of, of? En het feit dat Charles Manson eigenlijk van plan was van. Te maken als artiest, he, als, als, als zanger. Ja, uh -huh. en ook die, die, dat. probeerde dat... via. Inderdaad, met die Wilson probeerde hij dan zijn muziekcarrière te lanceren. en in de inner circle te geraken van. van, van, van Tinseltown. Uh -huh. Dus. Allee, ik vond dat echt een heel interessante ja, reeks. Ja. ja, voor mensen gelijk mij die. mij niet echt lezen, is dat wel makkelijk. Ja. Dat is het voor u vertellen natuurlijk. Maar. Um, ook de wat dat Sharon... ik kan wel lezen ja ik kan het he, maar, <laughs> <laughs> maar dat, het stond op het zakje M&M's met galop in je. maar alleen like, uh, het huis wat dat dus, waar Roman Polanski gekocht het, die had die had hij gekocht ook volgens mij van een producer of zo ja. Die belooft dat aan Charles Manson van... Ja, uh, dat is ook de initiële reden waarom dat hem die binden er net naartoe voilà, stuurt. Voilà. Ja. je wist niet dat hij mm. daar niet meer woonde. Ja. Ja. En, het het uh, huis waar de Tate-moorden zijn gebeurd is trouwens uh, de plek waar de downward spiral van Nine Inch Nails is opgenomen. In, ja, die in plaat de... Die plaat is inderdaad daar gaan Ah, opnemen. de plaat. Ja, ja, die okay. plaat is daar opgenomen, ja. Voor de sfeer. Ja, ik denk het. Ik het denk is in ieder geval ook niet de meest optimistische plaat uit de jaren negentig. Nee, niet, be wordt niet bepaald, <laughs> niet bepaald. <laughs> Sven, Sven is het alweer aan het verliezen. Eh. Ja. Vandaar dat, <laughs> Terug naar film ofzo. Vandaar dat er ook, er stond een nummer op en dat heet Hey Piggy en er stond ook een nummer op en dat heet March ja. of the Pigs en er stond ah, eigenlijk ja, ja. Die Pig tegen de ja. muur en dat deed ja. ja. hem zijn eigen laten inspireren ja. voor de lyrics. Dus dat is een klein beetje nutteloze trivia over het huis. Ik geloof zelfs ja. dat die diepik dat, dat eigenlijk gewoon een, 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 een joke was. Alleen een joke, dat, is, dat klinkt zo belachelijk, hè? maar gewoon iets in de eerste moord dat iemand van die, die leden van Charles Manson op de muur had geschreven. Ja. En dan gewoon hebben ze besloten van we begonnen dat iedere keer doen. Dus er zat daar ook geen achterliggende reden of zo achter. Mm -hmm. En had iemand die, uh, wat is de Mensen-tapes gezien? Ja. Dat was op canvas of zo ja. lang, zeker. Hè? En Finn? En, ja ja en, heb je ja, dat gezien of niet? Nee, dat dat dus... was echt zo, dat was, waren echt zo, ja, die dat volgde, ook die de Panser family volgde. Ja, en dus die mens, je volgde de, de family, uh, in, in 68, 69, voor de moorden. En toen gingen die nu terug interviewen? Nee, ja, ook, ja, maar die, die mens die dat filmde was gestorven, en ze, zijn dochter had al die opnames gevonden. Ja, 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 dus dat ja. is een documentaire van een jaar of twee terug, met crisp pelicule color footage interviews met die, met die leden van die secte voor de mensenmoorden, voor de, de Sharon Tate-moord en zo. En de, de, een deel van die mensen, van die secteleden, gaan ze nu opnieuw gaan opzoeken en interviewen ze. Oh, die zijn okay. nog even zot, hè? Ja, mm -hmm. maar... Op, maar wel, die, 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 die die ene wel, die andere niet. Ja, maar die er toch niet, nog niet altijd veroordelen wat er gebeurd is, hè? Die mm -hmm. zijn altijd in een soort van... Dus, dus dat is dan misschien een goede extra voor als je naar Hollywood uh, had voor Once Upon a Time. In ja, maar ja, de dus, kader. Dus ook in de, in de muziek was die, die figuur ook enorm geleefd. Hè? Mm. En in al, het is toch raar, die aantrekking zegt, voor iemand die het eigenlijk nooit zelf heeft gedaan. No. Die is ook begraven, he, Charles Manson. Allee, er is een begrafenisceremonie geweest, en er bestaat er ook een documentaire van, of een reportage misschien, waarbij hij dus in een open kist ergens ligt, uh, omdat zijn een broer of zo, of zijn neef, hem een echte begrafenis wou geven. En ja, er komt er allemaal freaks op af. Hè. Er is iemand die je zo binnen een tong draait met je, als mensen zijn lijken en zo. Ik oh. heb hem zelf nog niet gezien, maar dat scheint er wel uh, de moeite voor toch een keer te zien. Ah, right, cool. Een lijk met een swastika op zijn voorhoofd. En er draait iemand een tong mee. Want er is dan ook een priester die je zo zegt: ja, ja, dat ook. Zijn die je... stond erbij. Nee, nee, die ook zo. Ja, ja echt... Je z'n eigenlijk waarschijnlijk op kaart en t'amusee. Die, die is zijn van kennen. Van... Ja, ja, hij had ook zijn imperfecties. En dat was. Hans dat publiek als dat publiek is zo aan het murmuren is van bijvoorbeeld. Met perfecties en perfecties. Uh. Yeah, for a mass murdering freak, he was kind of weird sometimes. Ja, maar het was geen moordenaar, hè? Nee, maar hij heeft er, uh, ja, dat is het. Dat is aan Ja, dat is het. Je ja, he, ja. nooit iemand vermoord. Very funny. Maar wel oh, hey, die die een aanzet van en klaarblijkelijk. We hebben er gisteren nog over gebabbeld. Hè? Ik moet zeggen, dat, is raar dat die gast dan echt levenslang, levenslang krijgt. En dat er mensen zijn die letterlijk meer mensen met hun eigen handen hebben vermoord, die minder lang hebben gezeten dan die kerel. Dus dan vraag je, je eigenlijk ook af, want die wordt ook altijd een beetje aangehaald, ook in die Mindhunter, als zo'n soort... Ja, die had bijna zo'n soort guru achtige Die kon mensen enorm beïnvloeden. Ja, Hebben ze dat daarna gewoon anders op gelost met David Koresh, hè? Daar zijn ze gewoon binnengekomen. Die hebben ze platgeknapt. De dingen zijn... Waco, ben ik gewist, hè, onlangs in Waco. En als je dat daarachter vraagt, daar, in Waco, want dat is dan wel zo... Ah, shit, je een... Vertel eens, je hebt een Amerika... Een een Texas-trip gedaan. En in Waco, de vraag die ik er aan iedereen stelde, van... Uh, David Koresh, uh, that was here, right? We in Europe, we know Waco. En dan iedereen zo. Ja, 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 but that's a long time ago. En je bleef daar would... veel houden dat aan iedereen te vragen. Of ja, wat? omdat ik iemand wel... <laughs> Zo'n die... vijf meter verder, zeg die een uh, Dave. Ja, uh... ik was iemand die zei van. Uh, uh, ja, ja, en dat was kinder, en dat was daar, en dat aan mij. Wa... Maar iedereen deed zo precies van. Ja, yeah, David. Mm, oh, precies, ze dus wisten het niet meer. Maar je voelde duidelijk dat dat. Dat dat een stigma was op, op dat stadje. Ja, maar ik denk dat je hier. Ik was onlangs uh, in de Ardennen. En ze vroegen dan nu de... uh, Kim de Gelder, hè? Eh? Hans nee, maar... van Temsen. Ja, gaat er al zo'n goede verhaal erover. Van wat? Dat je moest optreden. Ah, ja, ja, ja. ja. Dat was in, dat was in, de, in, de, in de gevangenis van Gent. Ik heb, er ooit <laughs> een optreden, ik heb er ooit een optreden gedaan voor de mensen die er dan. Hè, de, voor de gevangenen. En uh, ik was er schijt te zenuwachtig voor. Want ik was ook nog maar een paar. Dat was eigenlijk uh, een try-out voor mijn tweede show. Uh, Morimos Solamente, en dat de, 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 de leidraad van die show was. Stel dat je één een slechte dag hebt. Eh, Hoe ver ze de verwijderd ja. van mensen, eh, mensen, doodknallen of die zijn er wel. En ik had een stuk over um, Hans van Temsen dat daarin zat en ik kreeg, dat kreeg een bovennatuurlijk harde lach. Zo gevoeld, de, ik zeg hier en er word, die respons is enorm. Van dat ja, is van... van iedereen. En ik zat daar en ik dacht, wow, oké, okay. ik, ik, ik dacht niet dat die joke zo goed was, maar goed. Ik doe mijn set, dat is gedaan, en ik stap van het podium af, hè, opgelucht, want het was leuk. En er komt, er komt een gast naar mij en hij zegt, ga weet toch wie dat, dat licht gedaan heeft in, oh. in uw klank? No way. Ik zeg wat hè, nee, zo ja Hans van Temse. Dat is daarom dat er zo hard mee gelachen werd. Hij is oké, niet representatief <laughs> voor de tryout. <laughs> Jezus, ja, dat was wel even een moment slikken. Ik stond er zo van wat, en je zo ja, die deed nu een techniek gedaan. Die zat kinderboven in de anderen. Dus dat, dat, dat was hier in de buurt ook zeker. Was dat niet hier? Dat niet... Is hier heel dik. Ja, dat ja, is ja, he? heel, oh, ja. helemaal niet ver van hier. Ja. Nee, dat is nee. heel heel, nee. heel, heel, nee. heel diep. Nee, maar ik kan dat. Ik kan ook al zeggen. Ik er dus straks uh, een paar weken geleden in de Ardennen. En ik betrapte me er zelf ook dat ik ineens, uh, wat is dat, Marche en Famine? Ja ja, 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 ja. En ik, ik kan dat ook eerlijk zeggen, ik ben er ook niet echt fier op, maar ik zat er samen met mijn tennis, met de Wim, de Maat, en dat was zo. Ik zat dan hier, We waren hier in de buurt van het Dutro uh, gegeven. Ja, ja, ja. Het ja. En ik geef het ook, ik heb hem ook even gegoogeld, en ineens was het me een vraag gevallen dat dat is afgebroken, dus dat dat niet. Maar wat ik er eigenlijk mee wil zeggen is, dat is toch straf dat dat zo'n aantrekking is. Ja, maar nee, dat, dat gewoon bepaalde plotsen bekend worden door zo'n gebeurtenis. Waco. Dus je denk ik denk dat ik dat nooit dan had gekend. Of Tsjernobyl. Deur... <laughs> ja, maar ja. ja. Maar Waco had ik nooit gekend, moest daar niet uh, iets gebeurd zijn. In een film van hem zijn, met, met, met Tim Daly ook, trouwens. Nee, maar uh -huh. Waco was... Want ik was, was dat 92, 93 of zo. Nou. Ik weet dat echt nog bewust. Dus ja, maar ik de, 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 ook, de, 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 de maar daarvoor daar Waco nooit van gehoord, hè. Hebben we dat nog gedaan, eigenlijk, daar? Want, is, 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 mogen we dat zeggen? Heb je daar ook auditie gedaan? Of was dat een, uh, of, was dat een beetje het... Uh, wij weten nog van niks anders. Alles van, doe maar. Ja. Nee, 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 nee. Ah, ik dacht, nee. je had over een casting Dat dus is, Dat is ga de wereld die je hè? <laughs> Waarschijnlijk. Ah, <laughs> Bart zijn de social media skills. Nee, nee, nee. Nee, ik je dacht, je, zo, dat je, dat je het, uh, het uh, werk en nee, van nee. combineren. Er was wel een, was wel een uh, festival in Houston, uh, waar dat de kortfilm film waar ik mee speelde, genomineerd was en ook uh, een prijs heeft gewonnen. Uh, um, maar dat was on the road. Toe. Nee, ik heb ik heb alle filmlocaties gedaan hè is ja, dat een kortfilmatuur er weer ook Ja, ja. oké okay ja en wat heb je dan gedaan uh, Elm Street oh oké okay. <laughs> en Daily Plaza oh uh, ja dus de, de moord uh, op, op Kennedy, Kennedy. ja uh, ja helemaal de tour meegedaan met zo'n busje met dus actual sounds dus en dan de vluchtroute naar naar, naar het Zekenhuis. en dan gaan een zo rapper ook door <laughs> tof hè oh, en dan cool. naar het huis van Lee Harvey Oswald en dat hij dan te voet is teruggegaan en dat hij onderweg nog die kopijn neergeschoten die plots dan en nou, in de cinema is die de hij gepakt, cinema he? de cinema ook gestopt like Dillinger uh, Dillinger is de hoek opgepakt in de cinema John je Dillinger doorgaan. ja, ja, ja. Ja. En wat heb dus, jij met familie daar ja, ja, ja. En die zijn John. allemaal mee met jouw trip. Ja. Ja, maar dat geen keus. Die moeten. Die moeten. <laughs> en ben ik nog graf geweest van Gene Tierney over een classic beauty van de uh, uh, old movies gesproken. Ik kon googelen. Laura, mm -hmm. een film die je moet ja. zien. Allee, ik was er begeesterd er en. en Toevallig ligt die begraven in Texas, in, in Houston ook, en, en ben ik daar nog dat graf geweest. Dat ja, okay. was ook het graf van Hugh Hefner, was ook diezelfde begraafplats. Dus proper ziek. Je neemt ons ook veel gegeven, de Hugh. <laughs> de Hugh, de kunnen niet om je graf aan, hè? Nee? dat is helemaal hermetisch afgesloten. Dus... Met tette. <laughs> Nee, zie <laughs> je Allee, Sorry, maar, ja, ja, schoon, dat is, dat is... maar ik snap wel wat jij bedoelt wanneer je, wanneer je er straks bezig wordt over de classic, classic. beauty. He, dat, 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 er, er zat een soort, um, en ik denk dat dat ook een klein beetje in, in wie dat wij zijn zitten. Dat dat soort. De classic beauty ging natuurlijk ook samen met een soort, hoe zou ik het bijna durven zeggen, um, waarde van meer opvoeding en gedragen en houding en gelijk. Dat ja. je ook ziet met heel veel van die oudere acteurs. He, zeker uh, zeker als je als je al die, die Britse acteurs, zeg je die ook in interviews hoort, he, zo van de, de Ian McKellen's en de waar zo'n geweldig moment mee was, dat je zo het verschil ziet tussen, tussen een, een jongere acteur en een oudere acteur. Dat was bij bij, dingen op de, op, bij Graham Norton. En je zit naast Hugh Jackman. En Hugh Jackman zegt op een bepaald moment tegen, tegen um, Ian McKellen van... Ja, ik heb daar eigenlijk nooit de kans voor gehad. Om u te bedanken, maar toen ik op de set stond van X-Men, dat was mijn eerste film, ik wist niet goed wat. En gaat ze heel lief tegen mij geweest en gaat mij heel hard aangemoedigd. En die zegt gewoon: I was in love with you, old boy. <laughs> I was just trying to get into your past. <laughs> maar, maar, maar dan wel met zo'n onwaarschijnlijke gravitas hmm. en waardigheid ja. waarmee dat die spreken. Ja, ja. Dat je denkt, ja, zo maken ze ze nee, ook echt ja, niet meer. Nee. Hè? Zie je dat in de Vlaamse acteurswereld ook? Herbert Vlakke. Ja. Dat is mijn leraar. Hè? Dat is mijn leermeester, Herbert ja, ja, ja. Ik denk dat je dat vroeger met Jan de Klerk wel had. Nog, nog, ik heb, allee, ik bedoel, de eerste keer dat ik moest lezen met, met Jan de Kler voor uh, met Man en Macht, allee, dat was, uh, dat was een tafel, uh, Josse de Pauw, Jan mm. de Kler, Tom van Dijk, en je zit er zo tussen en dan is je echt wel weet van, oeh, maar zo eventjes, uh, ja, zenuwachtig gewoon. En mm. dat zijn eigenlijk allemaal katoffe, toffe mensen en, en de Jan de Kler die neemt ook zo op de set eventjes tegen maar hij je zei van, zou je dat niet zo zeggen? Ja? En ik Ja, okay, nou, tips. En ik, en ik deed mm -hmm. dat dan en ik zag naar hem en dan nog hem maar. Ja. Dat is geweldig. <laughs> dat is fantastisch. Dat is wel een mooi verhaal. Ja. Ja. Ja, maar als... ook zo: niet van. Niet van... Uh, je laat of ook niet van niks zeggen en trekt op een plan, maar even zo heel stil. Zou je dat niet zo zeggen? Nee meneer, probeer dat eens. Dat, dat is haar, dat, dat is coolen, onze, van die mensen die dat, dat, dat soort gravitas hebben. Dat was ja. ook iemand. Die, wie was dat? Dingen zoals Tom Hanks, die je vertelde dat hem geregisseerd werd door... Uh, die had je ook gezeten, door, door, of wat? Door, dingen, door Clint, <laughs> Clint Eastwood of zo, dat hij ja, 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 daar ja. bezig had gezeten. En hij had Clint Eastwood, zodat je ze zegt, je uh, begint zoiets te doen en dan zegt hij gewoon zo... That's enough of that. <laughs> Zo, en dat is direct gedaan. ook. Ja, Iedereen ja. zo, oh ja, oké, okay, nee, de Clint tegen gezegd <laughs> zo, dat hij nog zo'n soort. Je groeit nog op dat moment, waarschijnlijk, Tom ja. Hanks. Dus ja, over een, over een, 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 een genereuze acteur gesproken, Tom Hanks, je moet eens die, die beelden opzoeken, dat hem tegenspel geeft, dus off camera, aan uh, Michael Clark Duncan in The Green Mile. Ja. Om die zover te krijgen tot die scène dat hem dus in tranen uitbarst. Ja. Dat is fantastisch. Ja, omdat. Ja. Om Misschien weten de mensen dat niet. Het tegenspel wordt ook vaak gewoon door de regieassistent gegeven ofzo. Of door of zeker... twee plakkertjes, zo daar, zit zitten de ogen. Moeten we moeten nog kijken. Oh, mm -hmm. Zeg dan nog eens, we zijn niet mee. Tom Hanks? Nee, nee, dat weet ik. We zijn een, een... Acteur van het tegenspel. Nee, dus als de camera ja. op een close-up op één acteur staat, dus shot en een tegenshot, ja. wordt er zeker met een Tom Hanks of zo, iemand anders gebruikt die gewoon de tekst afleest van het scenario en de acteur moet maar spelen. Also, zal dat is geen dat verhaal van Erik Valooi, ah, ja, die verteld heeft, en ja. Shades, M M Mickey, Rourke, Mickey Rourke, die, die kwam niet. Dus, maar die, die interacties zijn dus tussen die twee, heeft hij moeten filmen al, zonder dat Mickey Rourke er was. Dus dat wordt alleen maar toegespitst op acteur X, en dan moet Mickey Rourke nog altijd het tegenspelen. Alleen de, de reactie geven. Ja, en die Hollywood-eilers, over het algemeen, zou me niet verbazen, die zitten gewoon in een trailer, als momenten Te wachten. op het shot op de ander, als dat geen grote acteur is. En daarom is dat... Dat is echt, uh, en daarom is dat is zo dat Tom ja. Hanks dat zelf deed. Ja. ja. Want... En ook, een perfect verhaal erover is Marlon Brando en Roger Tiger in uh, On The Waterfront. Uh, de taxi-scène, de twee broers. I could have, have been a contender. Zo, yeah. met elkaar. En de, de Brando, zijn moeder was gestorven. En dat geen hoesting niet meer uh, om tegenspel te geven. En Roger Tiger was zo in zijn. Uh, asshole. Ik bedoel, the show must go on. Blijft nou nog even zeer voor En Roger Tiger zei: Ik heb toen. Alles gegeven om hem gewoon in mijn close ups gewoon van, van de scène weg te spelen. En dat is gelukt ook. Ja. Ja, soms zijn we misschien te technisch, hè, zonder dat we beseffen. Maar... Nee, nee, maar ik, ik vraag ook omdat me, om om veel mensen die luisteren, en ik betrek mezelf er ook nog op, zeker als je zo gelukkig werkt, allemaal in de industrie, zijn veel dingen vanzelfsprekend. Maar dat is niet voor iedereen. Dus Wat dat dat bedoel is stop, je? Ja. Stof om dat even uit te leggen. Ja, want. Allee. Denkende dat wel, misschien dat veel mensen denken: van als er een scène tussen twee acteurs is, dat die twee acteurs echt wel continu tegen elkaar zijn. Maar in en België, gebeurt ook in België. Wel. is dat wel meestal zo, ja. Ja. Of niet, Sven? Ja, hetgeen dat wij al bijvoorbeeld <laughs> al gedaan hebben. Ik heb wel, ik blijf altijd, laten we het zo zeggen. Ik ben dus Sven gisteren tegengekomen en dan zoeken ze nog een mythe of een verhaal dat veel mensen denken: als je een tekenfilm inspreekt, ja. dat al die acteurs allemaal samenstaan en tegen elkaar opspelen, je ja. ziet elkaar niet. Dan... Mark en ik speelden tegen elkaar op. Hè? Ik en die hebben heel in Lego-film? Uh, ik heb hier de minste credits op vlak like van film. Ja, denk ja ik. we, we, we zitten niet met vier Lego-stemacteurs eigenlijk. We uh, zitten heel, heel kort in de Ninjago-movie. Met Jackie yeah. Chan, hè? Ja. 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 Dat is wel ja. genereus van de Sven, vind ik. <laughs> dat was een hele leuke ervaring. Dus is gewoon het imd hè? Bart had er sowieso al een? Nee, ik denk niet maar dat ik, ik stem, niet. Ik, ik heb geen IMD-profielen. De IMDb stond stonden alleen op als het een originele, gelijk is. toen stond ik bij IMDB met de stem bij, maar Dubbings uh, niet. Nee. Maar op de Wikipedia wel, hè. dan ga je die zelf onderhoudt. <laughs> no shame. <laughs> nee, maar inderdaad, ja, veel mensen denken waarschijnlijk dat dat een grote kamer is met ja. tien mensen met een micro die je tegen elkaar speelt, maar. Want dat was ook hetgeen dat in uh, Avengers ook altijd gezegd wordt door de Ants. waar dat ze eh, voor een paar miljard uh, Hollywood lonen bij elkaar en niet een shot krijgen. Dat, het is, hè? dat is echt zot. Dat klopt, dat is, he? klopt hè? Dat is echt gedraaid. Ja, maar dat is een event dan, dat gebeurt. Nooit. Nee, 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 dat gebeurt bijna nooit. Ja, als daarom ja. ploft. Mm -hmm. Als er daar een bom valt in Nee, maar in het begin zijn ze effectief, ja, het is met CGI en phase replacement en CLA, maar uh, het is blijkbaar wel echt gedraaid. zou, er ook, een shot. zou er ook niet kunnen, want dus ik zei ook iemand van jullie, van ja in, in, in een, in een Tarantino film meespelen, dat zal misschien ook wel like een Star Wars film zijn, in je hebt films in je cv, maar dan is het van die dingen waar je bij wilt zijn, dat dat misschien ook wel zoiets was van, ja, deze kan ik toch niet missen. Mm -hmm. Omdat je weet dat dat een epic shot gaat worden ja een de deur welk shot gaat dat nu want ik zit netjes niet meer ja, mee ja. Hier. mag we dat zeggen nee, dat is <laughs> maar wat wat mensen die endgame nog niet gezien nee 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 we oh. hebben hier een regel een heel 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 hard geanticipeerde dingen dat je een week voor sorry ja. Oké, okay, dus Zou die mag niet mag op... gespoilt worden Ja, come on, dat is net like Game of Thrones, het einde Als we na nog altijd moeten gewoon zwijgen over Game of Thrones Hoe hard tegen het dan geïnteresseerd Ja, oké, okay. <laughs> de, de, de begrafenis de... van Tony Stark Ja, ja, ja Al die mensen daar allemaal staan Ja, ja, en die waren daar ja. ook echt ja. allemaal Ja, maar in begin ah, hing het begin ah, ging het eronder, okay. die waren er niet Sorry, echt Sorry, ik was echt niet mee Ik ja. was, was heel een tijd aan het denken aan die Die, die, die battlescene Nee, die achteraf gefilmde shawarma scène In de eerste Avengers, waar die allemaal in die shawarma tent zitten ah, ja, maar ja dus ja, ik denk, een van de acteurs. Nou, kan ik verkeerd zien wie het was? Maar ik zal nu maar zeggen uh, dat het Chris Evans was. Maar iemand zat daar en die in een heel de hele tijd zit hij zo half met zijn hand voor zijn mond, want die had zijn baard afgeschoren of die had een baard laten staan. staan. Eén van de twee. En je ziet, hem, ik, weet niet, ik weet niet of dat het, uh, dat je dat kunt vinden of niet. Ja, Chris Evans zei wel, baard niet, baard wel in de film. Ja, ja, inderdaad. Maar Chris Evans zei zo, hè, maar dat was dus, klaarblijkelijk klaarblijkelijk één van de acteurs had, een, had iets anders in zijn gezicht. En daarom zat hij in, zijn... zat die in een heel de hele tijd zo, dat je eigenlijk niet ziet dat je... Dat je en dat is zo'n shot dat ze pas op, paar maanden later hebben gefilmd, omdat ze dachten oh, misschien wel een goed idee, omdat ja. hij die shawarma-joke mocht, dat die allemaal in die shawarma... Want er wordt ook niet gesproken, hè. Die zitten nee, die er zitten allemaal. Gewoon en je krijgt ook zo, ik weet niet wie, dat is zo Chris Hemsworth of zo, want dat, dat is ook wel een waanzinnig komische acteur, gebleken, gebleken. die rol. Dat hij daar aan het spel is en dat hij zo'n zo soort Oh, oh, niet slecht hij. Zo dat hij zo, je krijgt, je krijgt zo alleen maar communicatie met, met ogen en zo. Die zijn ook allemaal uitgeput van ja. dat gevecht. Ja. En je ge ziet die er allemaal zo weer zitten van, ja, dat is, dat is best oké. Okay, ja, Ze een beter Superman ook met een kebab rondlopen ja, tegen de je Justice zegt, League. Henry zijn snor, oh is misschien... man, de snor van Henry ja. Cavill. De, de films voor... van Zack Snyder gewoon. Ja, ja. Wat is aan een naar Zack Snyder? Gebruikt is kleur, man! Rustig Sven, rustig. <laughs> ja, dat is uh, wa, wa, Wat deed de Zack ooit misdaan? Watchman. Dat is toch een goede film, man? Come on! Oké. Jezus dat is, is bij mij... Nee. Daar is het nee. ja. begonnen. Ja. Ja. Waarom, waarom is hij niet goed, Sven? <laughs> ja, nee, ik haat, het. Ik haat films is het met... er toch kleuren in Watchmen? Ja, in dat visje. Mm -hmm. Nee, ik vind zo... Ik, ik ben al geen comic, uh, kenner, hè? dus no, 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 no. ik kan hier misschien op tenen trappen. Dat, dat mag maar... niet, dat mag niet. God over film. Een superhero is een superhero. Ik ben opgegroeid met, met Richard Donner, met Superman. Mm -hmm. ik, ik, een superhero moet voor mij geen in, zijn, in zijn superhero zijn, geen menselijke... O, A, I, o, o. Nee, als, die, als er een gedaanteverwisseling verwisseling is, gelijk met Superman, die als Clark Kent wel zoiets, mm -hmm. maar als Superman... En in Watchmen hadden al die mannen een probleem. Mm -hmm ja maar, dat was maar die waren, dat was het, maar dat die was waren ook ja, geen superheroes meer op ja, dat moment. Dat was het coole eraan. ja nee, nee, ik vond dat niet. dat is, dat is, dat is, maar geen, dat is persoonlijk. Dat is, dat is natuurlijk... Er kunnen uren over bezig zijn, ik ga ja, dat niet doen, maar even kort, dat was de whole point van ja, Watchmen. Ja, maar I don't want that. Dat was, dat, Maar dat is, dat is persoonlijk ja. Ja, maar Ja, maar dat snap ik. als dat is ook dat niet is, Hans de, is de, gehoord, de Graphic Novel natuurlijk is het Zack zijn schuld is de vraag. Ja nee, daarna hebben we het eigenlijk meer naar de vondjes gedaan, met de kleur desatureren en... Meer en meer. Ja, al die, al die getormenteerde superhelden. Alsjeblieft! <laughs> ja, maar de Christopher Reeve, dat is ja. gedaan, hè, jong? Nee, dat, maar dat is, er grokt niemand boven. Pas op, ik moet zeggen, de, dat is misschien een goeie om te vragen, en dat hebben we hier toch even zitten voordat we verder gaan, maar een goeie tussendoor. Hè, de liefde voor film is hier groot bij iedereen, denk ik. Bij welke film is het begonnen? Bij mij was dat Superman the Movie. Dat was als klein mannetje dat ik dat zag. Bij mij Superman filmen. 2. Hè? Ja? ja. Oké. Okay. Ah. ik ben aan het denken wat dat ik eigenlijk de, de eerste filmervaring dan zo op het grote scherm was dan zal dat misschien wel Jurassic Park is niet film. Jurassic Park ja de Xanders in een film Goh, ik, ik weet dat eigenlijk niet ik weet nog de eerste paar keer dat ik op de cinema ging ja? en mm -hmm. dat weet ik maar ik kan ook niet zo pinpointen van nee? oh, Oh, dit wordt het voor de rest van mijn leven, bijvoorbeeld. Of okay. hier heb, ik heb dat ah, ook niet. Ja, ik dacht, ik ga wel zeggen, de eerste film die je gezien hebt in de cinema. Nee, nee. Ah, okay. de film waar je van... Zich... Superman 3 was mijn was... eerste film. Dat is waar dat het allemaal begon. Ah, oh, dat is John Frankenstein. Daar heb ik gelijk mee. Ja. Oké. Okay. Kunnen jullie dat pinpointen? Nee. Maar ik heb wel zo'n, die films, uh, waar ik heel erg leuk vond, omdat we hadden thuis niks van video of zo. Allee, ik heb dat... Dat's... Mijn ouders waren daar niet mee bezig, maar op zo'n manier dat ik soms hun van verdenk dat ze het er verdiepen. Ja, ja, ja. Die... Een boycotten. Ja, zo niet, Wij We hadden echt nooit een video, maar echt niks. Wij mochten zelfs geen moviebox huren. Dus als ik dan al iets zag, dan had dat zo'n. Dan was dat terecht. Ja, 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 is ja, dus oké. Okay, maar ik heb het ook goed gemaakt. Ik heb het, ja, het, het gecompenseerd later. Ja. Ja. En, en maar hebben de rest ook alles laten doen, dus uh, zeker geen Disney-Man Ouders. A Big Trouble in Little China. Ah, dat was voor mij een ja. film dat ik zag bij iemand thuis, met een neef of zo, want die hadden ook MTV. Allee, iedereen heeft wel zo'n figuur in zijn leven waar je alles kon doen. En dat was voor mij zo... Ik heb dan een enorme liefde gekregen voor de avonturenfilm. Zo mm. de film waar iemand echt doodgaat, maar waar dat ook een beetje humor in zit, maar niet maar, te... Als je ge... het zo, als als ge ge zo film, zegt... Hoe lang is dat geleden dat je dat woord het gehoord? Ja, ja, dat nou wordt immer gebruikt. Film, en ja. en waar ik dat ook met in een tweede film, waar ik dat ook met. het was een... Als ik dat niet zie, het, kon zien, was het op tv. En ik weet niet of dat, dat een goede film was, maar dat is ook een ultieme avonturenfilm En ik denk dat dat met James Mason was. En dat is uh, The Adventures of Captain Horatio Hornblower. Ah, ja, dat, dat ik heb niet gezien. Ja, ja, ja. Waarschijnlijk is dat niet keigoed of zo, maar dat was ook zo. Dat gaat dan over ja, piraten of whatever dat ja, ja. dat Maar de als verwondering manier, was groot. Ja, als je het op die manier verwoordt, <laughs> ja. verwoord, ja. dan zou het dan misschien wel kunnen ja, zijn. Ja, de, goonies. de Goonies. Ja, maar de Goonies ja, is fantastisch, maar dat heb ik niet gezien op het moment dat, dat, dat het uitkwam. Dat uitkwam. Ja, ik heb dat eigenlijk... Ja. Mijn, ja. Dochter, ja. mijn dochter heeft dat onlangs gezien en die is helemaal in de gulle. Wat ik ja, altijd ja. een topfilm vond was The Crimson Pirate. Had dat die je nooit gezien. Dat is een film met Burt Lancaster. Ik heb al, ja, niet en, gezien maar. En die net zo'n een, 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 een doof stomme dude die dat erbij of, of die was ja en en dat waren twee piraten en wat Bert Lancaster was ook een circus trapeze mm -hmm. ja, artiesten ja. ah, en die ja. En ja, die deed zijn eigen stunts, zijn eigen stunts. die dat die een ja. mega live dat was waanzin ja. en je ziet je ook ja die die piraten zijn. en een godje zo van die ene en zo stot je op die mast en springt je er af en doet je salto's en al die shit maar ja dat was Pre-CGI, die deed dat allemaal. De Burton ja, ja. en de Kirk ook, hè? Ja, ja. Douglas, was ook zo'n sportman. Ook en, ook, uh, ook. Yeah. en dingen zo noemt hem zo. Ene, wat ge, wat ge, die denkt je kind van Singing in the Rain, Maar Wat een atleet, man. Gene Jean Kelly. Ja, Gene ja. Kelly. Ja. Holy yeah. fuck, Gene hey, Gary Errol Flynn, yeah. die deed ook heel veel. The Three veel, Musketeers. Buster uh. Keaton is daarmee begonnen, hè? Buster Keaton deed alles En Tom Cruise doet het ook nog altijd, hè? Jackie Chan ook. De Cruiser, jongen, de Cruiser. De Cruiser, ik klaag hem niet kapot. Die De liefde voor de Cruiser, dat is ook in elke. Ik gaat het alle deven missen. Dat is een en voor de mensen thuis, uh, uh, Martin, Bert en de Maarten Barton's, hebben zo alle drie hun stokpaardje. En met de Sven is dat overduidelijk Tom Cruise. Van waar komt die liefde? Dat is gewoon de meest charismatische acteur op het scherm. Dat spat eraf en die doet ook alles zelf. En dat is een evenement. Mensen gaan naar de cinema om te zien waar dat Tom Cruise echt doet. Daar draai je om. No. Nog ik... altijd? Nog altijd. Gewoon, aan die listen, Mission Not Impossible. The mummy? De Mummy was zelfs underrated. Hè. <laughs> ik heb die niet gezien. Veel beter gezien. dan met die Brendan Fraser. Ja. Je ja. ja, hebt toch een keer gezegd dat je daar nog altijd wel fan van wordt van die trilogie? Nee, ik, van, de, van de originele mummie. Alleen van de mummie met... niet Ik nee, ben er geen fan van, absoluut niet. Uh, nee. okay. Even, even toch een kleine Rachel Wise-vermelding. Hoe kunnen we nou niet verliefd worden op Rachel Wise dat je de mummie ziet? Ja, ik vond dat geen goede films. Oh, geen films. Well, ze speelt alleen maar in twee van de drie natuurlijk. En dat is Naomi Watts. Ja, dat is ik. een... Nee, Mer Bello, Mary Bell, ah, Bell, Mario, Maria Bello? Mary Bello. Naomi Watts is toch ook wel yeah. een yeah. beetje een classic beauty, vind ik. ik. Niet? Mm, ja, maar ja. Die vond ik heel cool in King Kong. Naomi Watts, ja. Yeah. Uh, was oh, sorry, dat is Jessica, Lang met mij. Ja, ja, maar oh, ja, oh, Och, oh mei. Oh, ja. met, met, met dinges, met de dude. je weet dat Jeff Bridges. Ja. Top topkeek contact. Die neem ik nog in de cinema gezien. En dingen um, <laughs> van Midnight Trenton. <laughs> de Twin Towers. Did. Charles Grodin. Charles, Charles Grodin. Als ja. de, als de, uh, ja. Ja. Dat is juist, want dat is, is nog op de Twin Towers dat dat ja. eindigt met King ja. Kong. Eh? Omdat dat toen de 96, hoogste gebouwen was. Ja. Het was niet meer Empire State en dat was toen dat. Ik heb dat nog in de cinema gezien. Ja. En ik was ook helemaal kapot van het feit, eh, oh, we weten allemaal wat er gebeurt. King Kong gaat op hem de dood. Maar nee, Je ja. ligt zo en je hoort je, je zijn hart zo toe. <laughs> en ook zo, ja. En je hoort ja. dat zo trager worden. Ja. Zo. En ik zet er als kindje echt zo. Oh nee, King Kong got dood. Ik vond dat kei. Enig. Maar dan tien jaar erna, in 1986, kwam Linda Hamilton, met King Kong Returns. Oh, dat heb ik nooit Linda gezien. Linda Hamilton, is dat een, is dat een klassieke schoon Nee. Maar dat is wel dat een beetje nee, die van een... de videotheek van achter de noek. Dat een... laten we naar hier ja. <laughs> 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 Maar ik vind die wel gracieus uitgeworden. Want in een trailer van de Neven Terminator, hallo, ja. deze... is dat ook zo'n ook... factsganger uh, facts of zo. Linda Hamilton is die ook nooit nee. niet no. Dat ook niet dat je te groot is, is nu. Nee? Mm. Maar wel, dat weet ik, ik niet. Zin, nee. Maar okay, als, je, als mijn vrouw zo een Marcella kan aandoen, dan zeg ik altijd: mm, Linda Hamilton. Hij <laughs> <laughs> zit ook zo'n foto in de auto met haar mond. Hmm. Nee, maar wel met mij een vist. Mijn een dank. Maar wat wel zot was bij Linda Hamilton, was zo die transformatie van de eerste film, waarin Bits die een heel schoon figuur, maar in de tweede film was zo: holy crap! What the fuck? En vooral ook dat fantastische shot dat hij zo die Riot Gun Light met Ian hand die. Dat je dat wil doen. Als je er ooit een echte net vast gaat, probeer dat eens te doen. Niet zo gemakkelijk als dat het eruit ziet. Dat kan ik wel zeggen. We hebben nooit geschoten met een Riot. Ik doen, ook. Ik dat ook. was echt zo van holy fuck, man. Ja. Ik heb dat gedaan ter voorbereiding van een film, maar dat ik nooit heb meegespeeld: oh, right. Le Bal masqué. Oké. Okay. Oh, oh. uh, over de, de bende van Navel. Ja. onze balletten zeker? Is. Ja, ja, Met ja, uh -huh. ja. me die er wel Ja, het bestond er, maar, ja, ja. Ik, maar ik heb door uh, scheduling conflicts heb ik die niet kunnen meedoen. Oh, ik dacht conflict. creative difference. Nee, nee, nee. nee <laughs> Philip Peters was de, de Hamers figuur uh, en, en ik was joh, een van die twee uh, Lacroix of... Ja, ja, ja. En uh, ja, nee, het is jammer. Wie, is het u, u, wie heeft uiteindelijk, het uiteindelijk wel gezien? Geen Pascal Bal. Nee, Pascal Bal was de, 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 de speelfiguur. Hè. Dus, uh... Ja, Le Bal Masqué. Hij <laughs> heeft er trouwens een prijs voor gewonnen. Een, een Pierre Plateau-prijs. Pascal uh -huh. Bal. Mm? Ja. Is dat familie van Joseph Plateau? Pierre Plateau? Was dat dan een Joseph Plateau-prijs? Dat bestaat weet ik. En een Pierre Plateau, wie is dat dan? Uh. Daar zit Mr. Google, hè? Ik vind deze schoon voor Google. Ja. Ik, denk dat, ik denk dat het antwoord minder spectaculair Morgen, is. Het is ja, wel ook een... ja. <laughs> <Je doet> Plato. <laughs> Kun je dat eruit knippen of dat niet. Dat is ook Plato geschreven, maar dat is gewoon een andere klimtoon. Zo is <laughs> ja, ja. uh, misschien even: uh, omdat we nog altijd uh, de, dat de leider Tarantino is. Wat zijn de verwachtingen? Als je, als je verwacht er veel van of niet? Dit is de enige film die ik eigenlijk wil zien deze zomer. Voor de rest vind ik het mager ja. wat dat er allemaal aankomt. Alleen, je nu een Fast and Furious spin-off. Ja, kijk je dat eruit? Ik, ik, ik wil dat met mijn kinderen gaan zien. Maar ik, ik, ik ken Zietere, niks van die Franchise. Mijn, like mijn zoon wil je niet gaan zien. Waarom niet? Omdat Vin Diesel er niet zit. In de trailer. Of? Ja, maar die is een Embrace met de rock. Maar in hoeverre is dat allemaal? Heet je een met de rock? Ja, ja, ja. Maar dat is, dat is begonnen met Ty Webb. Die net ook een uh, in de, dat is een van die andere gasten hè. die is niet zo bekend is hier, maar in Amerika wel een mm -hmm. gekleurde medemens ja, en die, die, die hebben allemaal onderin aan Brest, omdat The Rocket, die, die franchise een beetje Gekast. naar zich getrokken mm -hmm. dus eigenlijk een ego ding ja, ja ja, maar pas op, The Rock, mijn, mijn zoon zijn vijf en zeven. Als er een film is met The Rock, willen ze dat zien. Dus dat is volgens mij voor die generatie... Het Schwarzenegger. Schwarzenegger, ja. 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 Het te begrijpen. De uh -huh. Rock, rock heeft uh -huh. uh -huh. mij overtuigd voor het leven. Um, de Scorpion King wat absoluut geen <laughs> hoogvlieger is, maar de commentaar was... Ik ken ook de tijd dat je dvd's kocht en door de audio commentaar... Yeah. Uh, de regisseurs commentaar. Doe je nog altijd? Ja, ik doe dat niet meer. Maar toen deed ik dat wel. En de absolute aanraker is de commentaar van The Rock op zichzelf de tijdens Scorpion de Scorpion King. Dat is van een zelfrelatie dat je nooit in een leven van zo'n figuur zou verwachten, maar dat is hilarisch. Dat is echt, okay. Je komt dan zo, ja, die film is verschrikkelijk, maar die lacht ze na heel tijd uit. Maar zo, ja, dan al die, eigenlijk be, benadrukt hem hoe onnozel dat die, die, film, die is. film is. Die is... Ja. Daardoor zal ik die in DVD ook nooit weten. Dus misschien daar we... dat dat er ontstaan is dat er altijd komt van uh, dit wil daarom niet de mening van, van de. Ja, waarschijnlijk. 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 Maar ik vind er ook top. Ik vind ik vind die heel bijwatch jong dat is een topfilm. Nog niet gezien. Dat moeten zien. Zach Efron is daar ook zo grappig. In. Ja, is dat op ja, Netflix ik gezien? Ja, ik dat een, ik vind dat een onderschatte comedy. Zach Efron trouwens uh, angst De gelijkenis met Ted Bundy, Bundy hey, in die uh, film Holy crap niet zo'n goede film, maar ik vind dat die er wel heel erg De Mark op Harmon. Ooit het Bundy is in Spelen. Nee. In The, the Deliberate Stranger. Nee. Tv-film in TV delen. Okay. Ja, fuck echt. Zak Effen zat ook niet in die film. Ach, ik kom niet meer op die titel, maar in de tijd was daar zo hetse. Want the greatest Showman. Uh, Man. Nee. Um, omdat Nicole Kidman pist op iemand Nee, dat is de, de Swiss Army Man. Nee, ah, nee de, dat is. To Die For? Nee, nee. ik heb die ook gezien. Met die een bit, hè. Ja, en Zach Effen daarin was ook wel hoe. Mm -hmm. ja. Het is een oudere. Kun je dat niet wat groter zetten? Want <laughs> ja, ik heb mijn leesbrel nuance. The greatest. Nee, nog, met... beneden, ja, nog, nog, is nog beneden alles. Topfilm. Is dat een goede film? Het is voor mij mijn lievelingsfilm van vorig jaar: The Paperboy. Ja. ja. The Paperboy. Ja. Uh, ik, ik weet dat heel grappig, maar die soundtrack is een sensatie. Hè? Ja, hè? Dat hij enorm ja. goed verkocht. Ja. Nog hè? Dat weet ik. En ik vraag me af: ja, is, dat, is dat goed? Ik vind dat heel goed. Ik vind dat. Ik heb dat afgezet na nou vijf ja. minuten. Ja, maar ga je dit tegen mensen die zingen in films? Als okay. er geen zanger zijn, ja. ja. Je hebt er sowieso commentaar op gekregen, hè. Ja, Voor <laughs> de luisteraars. Ik vind dat een... een, 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 heel een dag, dag, die heel dag reuzen in die podcast. Dat Zeg maar, de verwachting <laughs> die ik heb... De nee, nee, die ik heb van, van Once Upon a Time in Hollywood... <laughs> ah, ja, we zaten daar, ja. Ik hoop, echt waar, dat Brad Pitt zijn eerste Oscar gaat halen. Want ik hoor van heel veel commentaar dat hem eigenlijk de show steelt. Het wordt Matthias Schoenaars, dat weet het toch? Maar Brad Pitt verdient hem dat de toch de Stallion, al jaren, ja, hè? de dat? De Mustang. Uh, de Mustang, yeah. die, ze, die Is dat zo'n bold statement? Nee, nee, nee. Ik heb die gaat zeker, die zeker in de running zijn. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Maar, maar Brad Pitt, mannetjes. Wat een goeie film. Seven. Het, als je dat terugziet. Daar hadden we er al een voor moeten krijgen. Ja. Moneyball. Hoe goed is dat? Ja. Yeah. Brad Pitt is een onwaarschijnlijk goede acteur die in het, net als zoveel als anderen, die DiCaprio ook, veel te lang overduwt. Ja. Brad Pitt moet dringend een Oscar krijgen. Ja. Maar is de Mustang al uit in België? Nee, nog niet. Weet je, dat als ik zo denk... Dat, dat, dat moet niet, dat moet geen, je moet niet in België uitkomen om de Oscar te winnen. Nee, maar ik wil die film zien, bedoel ik. <laughs> ah ja. Ik, ik, ik heb er eigenlijk niet zo'n verwachtingen bij. Bij de, bij de Mustang. een Tarantino-movie. Okay. Ah, zo. Ik, ik wil dat sowieso zien, maar dus is nu niet dat ik daar naartoe zou trekken... Had er naar de cinema gegaan? Ja, voor. Door wel voor. Maar dus is niet dat, dat, dat ik daar naartoe trek van... oh de, 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 nieuwe, de nieuwe Tarantino is oh, uit en dat wil. gaat sowieso... Ik nee? denk dat het wel, zoals Bart zegt, uh, want initieel voor de thuis was het plan om met de Gremlins een beetje de, de, de blockbusters, ja. omdat ik dat ook eigenlijk, misschien een beetje naïef, want dat was ook, toen ik met Bart erover bezig was: van, joh, elk jaar de zomer moet gevuld worden. De Bart stuurde maar de last en ik zat er ook zo. Bijna dat hij Once Upon a Time in Hollywood nog bij Spider-Man Far From Home. Dat yeah, gaat ook scoren. Ik heb Godzilla vier gezien, hem. Wat was hij thinking? Yeah. Ik vond het in ieder geval niet zo zot. Lot het aan een buikgevoel zijn. De, de zomer bedoelde. Ja. Ja. Maar de zomer begint ook eigenlijk half april tot half oktober bijna. Hè? Nee, ja, maar ga je Ik had It bijvoorbeeld, It 2. Ja, dat is ja, in uh, start... september. Ja, of dan heb je de, de Star Wars dingen die eraan komen. Maar zo, echt torpedo. Men in Black. Ja, dan hebben een, in een Black. avonturenfilm gesproken. Kijk hey. je dat naar nou Alex? Goh, die is uit, hè, he, van het weekend. Ah, is die juist uitgekomen? dacht van wel. Dat kan, ja. Ik, heb, ik, ik, ik moet zeggen, ik vond eigenlijk, als ik in alle eerlijkheid moet zeggen, alleen de eerste echt goed. Ja, ik moet eerlijk ik ook. Ik ik vond had die... al, de rest, al de rest was ik al eigenlijk niet zo heel hard niet meer mee. Ah, mee ah, wel, het is daf. Wat, dus. wat ik al wel... Ja, je ziet dat ook. Je, het is een beetje allemaal wat ironisch en, en funny, maar met die, met die clip ook. Hè, de, de, de trailer ook weer. Ja, de twee hoofdrolspelers kennen elkaar uiteraard al van The Avengers. Avengers. Yeah. En is een bepaald moment dat, dat de een van de twee tegen elkaar zegt... Uh, I have a feeling I've met you before. En dan zegt zij... Are you kidding? En dan denk ik, ja, dat is allemaal wel wat te veel wink-wink, nudge, notch. Yeah. Je kent er eigenlijk wel wel mee gehad eigenlijk. Van nu mag ik heel Hollywood clean slate, en gewoon herb, opnieuw begin. Lik 25 ja, jaar geleden bellen. Mm -hmm. Met, met uh, Pulp Fiction <laughs> mm -hmm. en met Easy Rider, waar we het ook in yeah, de podcast ja, ja. over hebben. Ja. Ik, ik ben er wel klaar voor, voor een keer. Uh, een nieuwe frisse Wind. Ik denk dat het uh, tot hiertoe nog allemaal veel te veel geld oplevert. Dat het direct goh, eh, Gezien dat Endgame uh, records heeft verpulverd. Denk ik dat we nog even gewoon verder gaan. Maar we wat hebben hier wel... niet een lesje geleerd mee, van een hack op een tak met um, Solo... Solo, ja. Solo. Solo heeft zwaardere en... kritieken gekregen. Denk boekhoud, ik dat een boekhoud, dat nodig was. Ja, ah, lesje, oh, Dark Phoenix eh, is ja. nou ook al bommen tot en midden. Ja, in... ja maar die, die heeft wel veel problemen. Die release date is uitgesteld. En nog uitgesteld. En nog een keer uitgesteld. Dus ik denk dat ze daar sowieso al geen vertrouwen meer in hebben. Sowieso is er ook mm -hmm. een pauze in het Star Wars universum ingepland. Eh? In de filmuniversum. Met De Mandalorian. De Mandalorian, Mandalorian. 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 gaat wel ja. uitkomen en zo. Nog ja. een paar op die streaming van dat de Dat is een TV-reeks, hè? Mandalorian. Maar de films, de Ryan Jones. Een trilogie en zo, dat is toch allemaal een beetje. Naar dat ze die gewoon teken. maar helemaal afvoeren. Want wat ik hier film zeker? gedaan, heeft, ik hoef het echt niet te zien. En is dat nog zeker? Nee, want er zou een de, de, de nieuwe trilogie die er zit aan te komen is Game van die Thrones. twee schrijvers van, uh, van Game of Thrones. Dat zou zouden ja, ze, ze die sleutels nog geven aan hen. Achter, ja, en dat is er niet. Ik vond dat wel alleen, dan gaan we het over tv even hebben, ik vond dat wel dat dat een goede keuze was voor John Favreau te kiezen voor The Mandalorian. Ja, absoluut. Ik vind dat echt. Ik denk dat hij een beetje miskend is maar ja, want ik heb... bijna alles wat dat die gast doet, zelfs al is het acteren, maar ook zeker als regisseur. Ik vind dat bijna altijd goed. Ja, die is eigenlijk verantwoordelijk voor het heel succes yeah. van het Marvel-universum. Ja, ja want he, toen, toen dat, dat euh... bekend geworden is dat hij de Mandalorian ging, had hij dat volledig geregisseerd of een aflevering? Mm -hmm. Ja, want de dat de ik net de uh, Laura Dern de een aflevering. Ah ja. Mm -hmm. Toen dat ja, toen niet. ik Just Iron Man herbekeken en toen dacht ik van ja, dat is inderdaad een goede keuze, want die eerste Iron Man, dat is eigenlijk losstand ja, ja. van het Hans-universum, echt ja. een goede film. Mm -hmm. ja. En kijk, uh, ja. yes, absoluut. Dat is absoluut zo. De Mandalorian, voor de mensen thuis die niet van Star Wars uh, houden of fan zijn, het Boba Fett figuur is een Mandalorian. Dus dat zijn zo'n soort internationale bounty hunters die ook die speciale helmen dragen met zo die T van voorop. Ja. Dus het hoofdpersonage in die reeks is niet Boba Fett, maar wel een van die ja. soort uh, bounty hunters. die hopelijk hunters. in een slave vliegen. Ja, slave, slave one, one. Slave, slave one slave Ja, misschien uh, dat die naam nu niet meer mag gebruikt worden. <laughs> nee, van die, wat trouwens ook, hè, want misschien dat we het een beetje die richting kunnen uitgaan. We zijn al, al gegaan naar de, naar de blockbusters die daar gaan uitkomen. Um, zijn er wel dingen die je naar uitkijkt dan, omdat je zei dat het zo weinig was? Episode 9, om het afgerond te zien. Dat ik, zelfs met de lijst Jedi, hoe teleurgesteld dat ook zijn, dat blijft wel een Star Wars film. Hè. Mm -hmm. En toen zit er dan misschien extra hard voor als grote fan. Dus Episode 9 wel, maar voor de rest, ik zeg het De ja, Joker. Joker? Ja, absoluut. Ja, dat is ook weer zo weten waar ik van denk, was dat nou weer al nodig? Misschien is dat goed, hè? dat kan... Maar op die manier misschien wel. Ja. Ik weet het niet. Ik, heb, ik hou wel van, dat verhaal, van die verhalen... Maybe it only takes one bad day. En ja, 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 ja. The Killing Joke is zo'n beetje, de mm -hmm. graphic novel. Um, en als het die kanten zoal uitgaat, dan, dan is het wel een film dat ik zeker wil zien. Ja. Dus dat kijk ik wel naar uit... Chapter 2, it. Mm, ja, omdat ik hoop dat die als geheel de eerste ook beter gaat Ja, gaan gaan ja kijk, ah, de eerste was keigoed. Dat was de beste film van dat jaar. Ja? <laughs> oh, dat is <laughs> mijn all-time ja. favorite van dat jaar. Is dat net een een, een, ja, een beetje een, een retro-trip was? Ik, ik zat gewoon in de jaren tachtig. Ja. Een Zalige zoolig, film. Is dat ja. Stranger Things, uh, ja. Happy Same? Uh... Ja, maar nog een trapje hoger dan Stranger Things. Ik. Ik, ik blijf erbij. Ik heb dat in de podcast ook gezegd. Ik dacht dat Chapter 1 echt alle elementen heeft samengevoegd van wat al tot dit moment werkt voor de mensen die nu tv en film kijken. Voor mij ook. Mm -hmm. Ja, <laughs> en, en ja. dat dat gewoon dat, dat dat zo geschreven is ook. Ja, het enige ding dat je erover zou kunnen zeggen, als je dan kritiek moet hebben op die film, want ik vond die ook heel leuk, hè, mm. by the way, maar wat ik hier wel heel hard mee had, ja, ik ben een hele grote fan van Stephen King en ook van dat boek. Ja. En wat dat doet, en daar had ik altijd een klein beetje het gevoel bij die film ook weer. Is zo, goh man, een heel goede HBO-TV-reeks was cooler geweest. Omdat er zoveel tussen die jonge figuren, hè, die, die, die vriendschap en al, en daar wordt altijd een klein beetje rap ja. overgegonnen. Omdat je niet anders kunt. Omdat ja. je heel dat vooral moet vertellen op twee uur. En, en dat mis ik wel een beetje aan omdat het, het, uh, al die figuren erin waren belangrijk, niet zo gewoon die één of twee bekenderen. Ja, dan. maar dat is, dat is tof dat ik nu een keer aan de tafel zit met iemand die dat boek ook goed kent dan. Mm -hmm. Als je naar de eerste vijf minuten keek van, van chapter one mm -hmm. en wat er gebeurt met Georgie, ja. dan had ik zoiets van als Gil die film zo is, ja. ja, dan heb je hier te maken met van, dat is gewoon fantastisch. Dan worden. zit er, ja. En dan, op dat niveau. Of, of die gruesomeness, dat mm -hmm. wordt niet meer gehaald. Nee. Dat wordt dan downplayed, om de ja. een of andere manier. Je hebt zo'n shock effect gecreëerd, en goed in beeld gebracht. En dan, ik zat in de zaal en dan dacht ik van, ja, we zijn ermee vertrokken. Ja. Als het zo gaat zijn. Maar... De rest is niet het is zo. Dok is beter dan de film. Oh. Daarom zie ik films. Ah oh, ja, dan die. En oh. ik luister naar de podcast in plaats van een boek. Ah. Dat is een, de, de, een driehoek van waarheid. Ah. Ja, maar dat is altijd. Dat gewoon nooit het niet hetzelfde zijn als je een boek leest. Maar dat je het je eigen niet fantasie. wij dan nee, Dat je die film Dat is altijd een teleurstelling. Ik ben mij op dat op Ik zie gewoon ik, de film. En ik mm. geef eerlijk toe, nadat ik hem op, op Blu-ray gekocht heb, ik heb hem nu ondertussen drie keer gezien hij is verbeet, ik, ik geef hem al een hogere cijpering, maar bij mij blijft dan nog altijd een film die zijn fouten ook heeft. Maar dat is niet jouw. Alles rekening houden met een, het boek, maar Het of Dit is ook een niet King boek, hè? Ik, ik denk van, waarom verfilmen ze die niet? De tentaat is naar ruip voor. En alles van Game of Thrones is gepikt. Ah, ja, ja. De, met de Eyes of, of the Dragon. dragon. Ja. Dat is een van mijn favoriete boeken. Maar en ze gaan het verfilmen. Ja. Ze maken er een tv-dicht van. Komt eindelijk, eindelijk. Dat was ook de, het enige boek van Stephen King dat je in de, in de kindersectie in de bibliotheek ja. vond. Het is een topboek. Onwaarschijnlijk uh, goed ja. vooral. En uh, ik heb dat trouwens gekocht als geboortecadeau voor uw dochterke. We hadden net daar een, een, een ou, ou, eerste editie, zo'n hardcover editie ja. van liggen. En dat is voor mij zo een van die, ja. van die boeken dat ik honderd keer Koek. gelezen heb. Ik ja. lees dat om de paar jaar nog eens terug opnieuw. Ja. En heel cool is dat die een bad guy erin, die flag. Ja, oh, die dat Randall is dezelfde flag. Randall uh, Flag, die dat in de stand. stand komt. En dat is ook die Man in Black in, in de, de Dark, dark, tower. Tower, dark, saga, dark yeah. tower saga. Dus dat is heel cool dat je dat, dat erin verwerkt. Maar tegelijkertijd is dat een klassiek sprookje. Mm -hmm. Dat hij hem geschreven heeft voor zijn dochter. Dat stond eigenlijk in de inleiding, omdat zijn dochter altijd zei: Ja, die boeken van u, dat interesseert mij niet. En hij heeft er dan een voor haar geschreven. Maar wat ook wel cool is, is dat je die een boek leest, er toch nog een paar passages in. En ja. ik denk: Voor kinderen is dat toch wel weer een beetje. Hè? Dus het is wel Stephen King of zo. En het mm. blijft wel. Hè. Je had het al over kinderen gesproken. Iedereen heeft kinderen. Wat is zo de. wordt dat zo beetje gepusht beelden? Ja. Absoluut. Hebben ze, hebben ze hebben het een, is een, een keuze? Het is een fantastische uh, opportuniteit om je eigen kindertijd opnieuw te herbeleven. Hè? Ja, maar als te introduceren, ook aan de kinderen op de leeftijd dat ja. je het zelf hebt ontdekt. Ja. Maar bij mijn kinderen is het allemaal wat vroeger, vooral met mijn oudste, maar ik denk dat het ook genetisch is. Dat het niet per se pushen is, want um, toen hij twee jaar was. Uh, ja. dat was de, het was de oudste zoon. Dus dit was de enige in huis. Dus de zondagmorgen ligt hij dan tussen ons en zo. Als die te last wordt, hier komt wat YouTube nog een half uur. En uh, ik had de trash compactor scene van Star Wars gewoon opgezet. Mm -hmm. Gezien wat dat ging geven. Twee jaar hij was die toen. Die een dag zonder zeven. Hij die hele dag op YouTube Star Wars clips gezien. Zonder dat ik dat gepusht heb en zo. Ja, maar dat is gelijk en... als een kind dat piano speelt. Dat zal nooit geen piano spelen. Als er in de living geen piano staat. Ja, ja, maar, mm -hmm. maar ook. Dat is ik ken. Ja, omdat ik ook veel met film en film maken en, en bezig zijn en zo. Toen hij nog, um, nog geen twee jaar was. Ik zette films op dat ik, ik wou zien. Dacht, ja, allee, ik dacht, die beseft dat toch nog niet. Hoe dat je merkt hoe dat een kind die geen notie heeft van beeldtaal en zo. Reageert op montage en muziek mm. en, en uh, emotie. Dat vind ik wel interessant om te zien. Omdat je merkt dat dat instinctief of... of Des mensen is, om het zo te zeggen. Ja. Ja. En dat is wel een beetje mijn persoonlijk experiment met mijn kinderen, ja, maar, maar alleen. Dus het is, het is deels genetisch of natuurlijk ook, denk ik. Maar ja, ik, ik doe ook elke, elke kerst doe ik een filmfestival voor mijn, voor mijn dochter. En dan uh, <laughs> maak ik een, pers, <laughs> dat is een persmap. Schattig. Dus het is tussen kerst en ieder die twee wijken. En dan zien we om de twee dagen of misschien elke dag een film. En dan mag ze kiezen tussen twee films. En dan doe ik de, de KAFT, <laughs> de kopie van de KAFT, uh, in dat dossiertje. Dan waarover het gaat, En dan mag ze kiezen. En dan zijn er allemaal de films die ik eigenlijk. Ook op die leeftijd heb gezien. En mm. het beeld dat mij altijd zal bijblijven blijven is E.T., mm. twee jaar geleden, E.T. gezien, en dan was ze uh, zeven, uh, een trantje van acht, en op het moment dat, dat, dat uh, Elliot en iedereen met een met BMX en dat ze naar boven vliegen, mm -hmm. dan stond die letterlijk recht op de zetel in de living. Van, oh, en ik dacht van ja, dat is tijdloos, dat is Spielberg. Dat dat is, is, mm. dat is, ja. Het ja. is gewoon al tof om te. I, lees, <sleek> <slacht> <tot> o, het is echt, ik ga dat <sleek> daar niet zien. Het is, het, is ook, het, is ook altijd, het is ook tof om op te merken dat, dat, dat onze kinderen, en dat blijkt een probleem te zijn tegenwoordig, maar die kunnen anderhalf uur tot twee uur in de film zitten kijken naar een film. In mm. dus de cinema. Dus die attention span, of zelfs in de cinema. Dus die attention span, maar misschien is dat dan ook iets genetisch, misschien heeft dat er ook toch mee te maken, die kunnen dan nog. Uh, en, ja, en om dan een voorbeeld te zijn, die van mij was op denk, twee jaar en een half zot van die Adams Family. Mm. Uh, dan ondertussen de Teenage Mutant Ninja Turtles erdoor geramd. Uh, Batman, die animated series, is die nu aan het bekijken mm -hmm. samen met mij. Dus het is toch een vorm van. Heel mooie eigen... Blu-ray-versie. Ja, die nu, de box he? heb ik uh, ja, ja, gekocht. Super, die, uh, die dat daar ligt, die ja. daar ja, ja. Dus die, boven de Lashoefs. Uh, ja. Dus hier, het is wel, het is, wel <laughs> het is wel plezant om dat op die manier weer zelf ook een beetje te herbeleven. Maar, ja. En inderdaad, zoals dat Bart zegt, dat die reacties ook nog altijd kloppen. Ja. Dat je dat diezelfde reacties be kunt bekijken bij je eigen kind: van hoe ja. jij daar naar keek. Kun je dat je zelfs, soms als je met je kind nog een film kijkt, kunnen ze soms ook nog. Ne, hoe zei je dat? Als het bij haar iets doet. Haar appreciatie, oh, ja, de, ja, absoluut. Of van een crappy film. Zoiets ja. so waar je eigenlijk zelf. Eh, want ik, ik ben bijvoorbeeld. Mijn dochtertje was heel hard fan van uh, Suicide Squad. Want die vond ja. Harley Quinn cool. En ja. die wou dat dan zien. En ik heb dat dan samen met Haris een keer gezien en ze vond dat fantastisch. En dan had hij zo een paar weken later, een paar maanden later, zei hij: Papa, we moeten die nog eens zien. En ik had zoiets: Oh ja, oké, okay, waarom niet? Dus ik zet die terug op en wij zitten met tweede nog te kijken. En die zegt die ineens zo tegen mij: Dat is onze film oh, Denk ja, niet meer uh, vinden, En hè? dan neem ik: Ja, dan <laughs> mag iedereen over Suicide Squad <laughs> dat zeggen. Dat is wat ze en altijd. En ze hebben gelijk, ja, hè. ik ja, kan ja. niemand tegenspreken, maar ik zit er en ik denk wel. Ja, maar dat is wel Ma en Amy. Ja, dat, is wel dat is voor onze eeuwig film. en altijd. En ja. dat is dat is kei, hoe stom dat, dat ook is. En ik merkte ook heel hard bijvoorbeeld bij mijn dochter dat Jared Leto hard een joker is. Mm -hmm. dus Werd die die, hij op haar. Die heeft bij jou, jou gemarcheerd. Dat is gelijk, heel lekker als we maar eerst een James Bond tegengezet ja. Dat is uw James Bond. Ja, ja. welke was uw James Roger, Roger Moore. Ja. Ah. Pierce Brosnan. Spiderman is dat dat een James Bond. Wie dat is niet waar. Nee, 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 nee. Dat is niet Ik dacht dat ik al waar. een film nee, nee, wat nee, wat ja. de scoorde. Ja, nee, is. Deze? nee. Die, die ik bewust weer naar uitkomen heb. Echt? Jongen. de eerste die ik heb bewust Christ. gezien heb was Timothy Dalton. Nee, ik ah, kan ah, niet, je kunt er niet aan doen wanneer dat geboren ben, hè? Die... Jawel. <laughs> dus, dus vind ik. Jawel. <laughs> <laughs> zeg maar, waar dat hij nu tegenwoordig beeld van is, is is, is er nu vier geworden. Is Spider-Man into the Spider-Verse. Ja. Ja. Dat is een topfilm, hè? Die kan, dat is al, die heeft hij al vijf of zes keer gewoon van van begin tot eind. Hoe is hij wat Playstation?

Zo'n coole, roeie playstation, zeg. Ja, met zo'n witte miljard Miljaar. Zit nog in de doos, zeker? Hij zit nog in de... Ik moet hem nog even. Oh, pakken. nog een nog nog nog... had er een slag in de Sven gezicht. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja de... ik... Daarom zei ik het, hè. Ja. Maar ik heb die er ook in laten steken, omdat ik wist dat hij er geen net <laughs> Wa wachten totdat hij onder de co zit, <laughs> ja, dan is het echt Spider-Man. Nee. Ja, dat was, dat was, bedoelde was, ik. was he? wel een heel grappige Instagram-conversatie, uh, uh, rel. rel. Ja, dat noemt de, de pers zo... dat? Ja, <laughs> Ja, wat er nog een zonnereel op het moment dat er al die influencers zo'n facehugger kreeg, ja. kregen. Nou, wat, het was het bij wat? Prometheus? Nee, het was niet Prometheus, het was, een, het was... de andere. Covenant. Ja, Covenant. En dan zag al die influencers die kregen dan zo'n facehugger. Echt waar. <laughs> en ik heb dat echt. jij ja, maakt je keroeks weer <laughs> Hij gaat hier een gat, hè? Ja, ja. <laughs> wij, wij niet zeker, hè? Nee, ik heb er, ik, ben, ik, ben, ik ben niet mee met dat soort... Ik zit veel te weinig op... Ik zit daar niet op, hè? Ik bedoel, ja, dat, dat, is zo, is ook, he, dat is ook. Allemaal Andries die dat doet, zeker voor je. Een Andries doet dat, ja. Maar dat is, dat is ook geen geheim of zo van publiek. Dat, dat maakt niet uit, maar... Omdat, omdat, en dat is wel hetgeen dat ik cool vind van een Andries, hè? Want ik had dan na jaren eindelijk een smartphone. En in principe kan ik het dan zelf. En hij zei zelf ook van... Ja, je dat wilt, maar... Laat het mij maar lees doen. dat gewoon niet. En die weet ook wie dat ik zin en die, weet ook, die kent mij goed genoeg en die weet ja ga graag op ballistisch wanneer ga je het iets lijst En ja. Dan nog maar ruikt naar kritiek want ik kan daar totaal niet mee om, kon er ook eerlijk in zijn. Dus ja, ik zin niemand iemand dat is goed dat ik ervan weg Maar dat weet we veel dat is bij veel ja. Uh, ja. bekende profielen, internationaal, sterren ja. is dat nog erger omdat dat dan nog meer is. Ja. Iedereen die zo van ons terugkomen omdat je weet hoe dat is hè. Je kunt 8.000 keer lezen hoe geweldig dat je zijn, maar die vijf keer dat iemand zegt uh, ja. dat hij... Dat, leest op, dan. Is, dat komt niet bij Sven. Dat, uh. Jawel, maar dan ga ik je ermee in, in een beleefde <laughs> discussie. Ik vind dat tof. Ik vind interactie tof. Ik vind dat echt... Ja. Mm -hmm. en, en, en sommigen lezen het wel. Zo, ik heb zelfs al eens een likes gehad van, uh, van de vrouw van Michael G. Fox. Och. Oh, Tracy, ah, dat is Pollen. Tracy Pollen, ja. de, de, de ex van Kevin Pollack. Maar er was dus, mm. Oh, dat wist ik zelfs niet. Ja, dat zijn zo van... Oeh. Ken, je, ken je nog zo'n... dat is er wel verbeterd. Ik was vroeger, dan ga ik op de tak, maar ik zag onlangs een foto van haar van de joepie. Ja. O, o, ik had dus niks thuis, maar ik wel dat het was de joepie, want mijn onkel werkte voor de joepie en dan kreeg ik die van een week later. Dat was uw wereld. Ja, ja. En, <laughs> die joepie. Ja, die zijn het En dat was eigenlijk een beetje... Ja, Pe pech voor de Kevin, want ja, Michael is er een ja, beetje tuurlijk. mee dan, uh, gelopen. Maar het is in de was de, 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 de teen, challenge: tien foto's van de film die nog invloed ja. hebben. En die oh, een ja, van die films zoals ja. Bright Lights Big City. En, oh. en ik had hun gedacht, want de spelen ze samen oh. mee. En uh, ik krijg er een likes van van Tracy Pollan. Oh, en dan ja. zit hij wel blij. Voor leefden. Ja, dan zit hij echt blij. De kans bestaat dat hij natuurlijk ook wel imiteert dat dat voor haar doet. Mm. En wel met Tracy Pollan denk ik dat niet, want die heeft niet zoveel <laughs> volgers. Ja, Michael Dudikov ook niet. Hè? Nee, Michael Doody, American en, Ninja. Die, die, oh die probeer ik, echt, echt, waar die, tag ik altijd. Yeah. En maar die een antwoord niet. Maar die is ook, die, ja, ik wil, ik wil, een Expendables ja, met Michael Dudikoff. Dat, dat vond ik ook nee, Dat vond ik ook heel leuke films, die American Ninja films. Ja, die kanenfilms kennen, kennen, kennen. Is fan. Yo, oh my. Ja, 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 ja absoluut. <laughs> Zoals Honneponnetje, Dat is ook van kennen. Oh, 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 ik wou, oh. wou oh. juist over die tanden gewoon. Daar gaan we toch over Honneponnetje. <laughs> over waar we het hebben. Ik wou eigenlijk over torpedo, maar we gaan toch even over nada van Nee. ik moet dat toch een drop dus. Gisteren, heb ik de Honneponnetje. Ik honneponnetje trailer gecheckt om een of andere reden, ik weet niet meer waarom. En dat begint goed, met Kennen-logo. En Sven zei: Ja, dat was van Kennen. Maar kunnen dat ik een inkouden? Ja? Dat een keer een is uitgebracht. Kan het dat ik er een honneponnetje kan een honneponnetje niet? Ah, ja, als je tetten wou zien vroeger, moest er een honneponnetje gaan of naar Flodders. Doe, hey, doe eens naar Gremlins over uh, de flodders in de, de honneponnetjes. En Mama is boos. Ja, Mama is boos. En de sequel. En de sequel. En de Zit er een goede Goeie dingen bij. Ja. Dat heeft ik onlangs gezien met mijn zoon van, van 15 en uh, dat blijft overigens. Mm -hmm. Misschien ook nog gezien met, om... wacht, wat was dat, Torpedo Ja, torpedo, dat uh, was, ja dus uh, Binnenkort komt er een, een nieuwe duikbootfilm, ah, ja, ik ja, had tuurlijk. even dat jij... Bent, een met... nieuwe duikbootfilm? Ja, de eerste Vlaamse ja, duikbootfilm, ja. maar een ja. nieuwe duikbootfilm. En ik heb wel info gegeven... boot, <laughs> <laughs> dat, is boot <laughs> uh, dat is boot van hier. Dat is boot van hier, dat is boot van Dor. <laughs> Dat is een boot met een das oh, waar? Waar? Dus in, zo. Zo ga je een das pakken. Zoals de berenboot. Nu, oh, ja, cool. de dasboot. Daar heb ik hier ook nog zo'n berenboot. Je bent van torpedo. Wombat! Dat is torpedo achterwaarts gespeld. Gewoon we nog iets over die entorpeles? Dus zeg maar. Wat ik ik wou zeggen? Was uh, toen midden vanavond live dat jij zat bij uh, Xander. Toen had ik hem zo even een half uur met de koen de Bouw liggen chillen, wat wel close. Cool mm -hmm. Nogmaals Letterlijk liggen chillen. Of ik was verblind door zijn schoonheid. Want, een chillen gast ook hè? Wat een mooie persoon is. Uh, Qua fysiek. Ah, maar er, er zitten geen boordzaten met die Dat zal dat kennen. En see. een goede inboord schept een ongelooflijk Hij was bezig over Torpedo. En het enthousiasme dat hij erover sprak. En ook gecombineerd met uw Instagram-profiel, waar je ook al veel van had laten zien. En mij ook zo snel eventjes verteld. Ook de filosofie erachter. Jonge gasten die bij manier van spreken 10 euro iets van 1000 euro kunnen yeah. maken. Waardoor iedereen mee in dat idee kwam. Vertel het even, want ik denk dat dat precies wel iets is dat, dat mag vertellen. Wel, dus loopt uh, al uh, liep al tien jaar met dat script rond en dat idee rond. En ik ben er dan uh, vijf of zes jaar geleden bij betrokken geweest. Uh, en dat was elk jaar zo van, mannen, we gaan het jaar draaien. Ah, nee, we hebben niet genoeg geld. Nog even een jaar wachten. Dus die anticipatie was wel van, oh, dat, moet, dat moet gemokt worden, dat moet gemokt worden. En nou, uiteindelijk, de A-team productions, die dan Patser hebben gemokt, die hebben eigenlijk al hun winst van Patser in die een torpedo gestoken. Omdat die er ook ongelooflijk in geloofde uh, En ja, dat is, dat is echt, die hebben sets laten maken dat, dat ik nog nooit heb gezien. Ja. Hmm. Ongelooflijk. Het ziet er vrij Amerikaans uit. Dat is ja, Dat is ook dat de bedoeling. Niet negatief, ja, he, maar. ja, dat is de bedoeling. Ja. En het was ook zo'n toffe groep acteurs allemaal samen. Want de, er waren wel een paar die elkaar kenden. Maar uiteindelijk, de combinaties die, die, die gemokt zijn, was niet zo voor de hand liggend. En, en ik ja, denk het lijkt geen voor de hand liggend nee, ensemble. Hè? Ik twee derde denk dat je dat twee la vista, zeker. Twee derde als ziet er allemaal in uit. Robrecht van den Toren, Gilles de Schrijver, Bert Halve. Ella Vult, June. Ella June, Vic de Wachter. Coen de Bouw, Perceval, Sven de Ritter. Sven de Nijt. <laughs> ja. En ook de acteur die in de originele Das Boot heeft meegespeeld. Jurgen just... Prokno. Nee, niet die was de deur. <laughs> <laughs> maar het is natuurlijk ook, je zat bijna allemaal samen op de set, constant. Dus constant, dus je had echt het groepsgevoel. Was het door? Malta dat ik... Uh... Ja. ja, Malta. Ja. Ja, ik zeg er, uh, ja, ik was wel mee of zo met de Coen maar ook met je foto's, dat was zo... Ja, dus dat zo... Als je van een avontuurfilm houdt, dit is echt... Dit is de, de, de DNA van een Indiana Jones-film. Oh, wat. Right. Ja. En met dat die was... lenzen gedraaid. En he? ook buiten de boot, onder water en ja, boven water. En Met de lenzen van uh, Panavision, van uh, de Indiana Jones-films gedraaid. Echt, echt filmliefhebbers gemaakt, ja. eigenlijk. Ja. Die ja. er trouwens komt, hè? Indiana Jones 5. Ja, en tegen het mout komt, is een 80 hè? Een hersen. Is dat echt? Ja. Hij is er ja. na 77, dus hij ja. komt uit in uh, 21, dus zijn ze Oké. Willen we toen dat hij vroeger doodvalt of niet? Nee, nee. Ja. Maar dat ze, dat ze Chris Pratt alsjeblieft inschakelen om de fakkel over te nemen. Ja, Ed, uh, er, er ging iets rond wat ik nog altijd vermoed dat Harrison Ford voor de grap heeft gezegd, maar dat ze er weer zo clickbait van gemokt hadden, dat hij zei: Ik wil niet dat die Mintenders Indiana Jones speelt behalve mij. Dus ja, dat okay, hij niet fan yeah. was van reboots of van. Nee, opnieuw, maar ze kunnen mis... misschien hetgeen doen dat ze in The Irishman doen. En dat is um, puntjes op zijn gezicht laten zetten en um, jonger maken terug. Ja. Want dat doen ze in The Irishman met Al Pacino, Robert De Niro. Mm -hmm. Spelen personages die ook jonger zijn dan dat ze nu zijn. Ja. En dat kan tegenwoordig ook goed gedaan worden. Als je ziet naar Mar Captain Marvel, ja. uh, Nick Fury, allee, uh, ja. Samuel Jackson. Nou, Samuel Jackson wel, is alleen maar funny, is on Samuel Jackson. Is dat je die dan die komt dan in de film en die is dan zo gezegd hey, 20 30 jaar jonger dan dat hem nu is maar het zotte aan Samuel Jackson is dat, dat, dat er je niet, er he? eigenlijk nog altijd zo 70 ziet. jaar hè ja, ja. 70 jaar maar is dat uh, niet typisch voor zwarte mensen dan die er nooit oud uitzien? Gewoon, dat is niet voor iedereen zo. zo. Ik ken brothers die zat er toch altijd Oh die was misschien 130. 130. Ja. Morgan Freeman is ook al ja. wel ouder geworden. Maar, maar, maar komt er zijn tatoeages op zijn gezicht. Ja en die, <laughs> en die zag je al 44 toen die 24 was. Die is dat pas is Deurgebruiker op zijn 44 ook bij ja, ja, Street Smart. Ja. Dat is een k goede film, film. film. Met uh, dingen. Christopher uh, Reed. Reeve. Canon. Yeah. Canon? <laughs> ja, ja. Goeie <laughs> film. Oscar nominatie voor Morgan Freeman trouwens. Ja. En verwachten daar iets van Indiana Jones 5? Want Kingdom of the Crystal Skull was natuurlijk algemeen nogal gehad. We uh, hebben, hebben, hebben een segment in de podcast en dat heet Prison Bound. Prison Bound, dat zijn eigenlijk films die wij. We kiezen elke film waarvan zo wat algemeen gezegd wordt dat is een slechte film, ja. maar die zeggen wij, die mag uit het gevang. Ah, ja. En ik heb vorig jaar voor het allereerst naar de vierde gekeken, mm -hmm. dat dat ook... Ja, nee, geloven. Die haat was zo groot... Ja, ja. Maar ja, maar dat dat vindt ook... dat niet goed, Indiana Jones. Dat is gewaar. waar. Nee, hij kende dat gewoon niet. <laughs> die haat was zo groot, dat bij de afschrikten <laughs> ook, om daar aan te beginnen, ik had zoiets van, moet ik twee uur verliezen aan, mijn, aan, aan, aan een film, dat iedereen zegt van, ja. die is zo slecht, maar vond ik, ik dat wel pas toch kiezen is, uh, het is floor het is, is de, de slechtste slecht, Indiana Jones ja, is Indiana Jones 5. maar is die ro 5? is die rot slecht nee, nee. nee ik vind, dat, ik vind dat ook niet nee nee dat is, dat is, een, dat is een soort maar, ja, maar verwacht ook Allee, je kunt toch niet verwachten dat dat even goed zal zijn dat ik like die eerste trilogie 15 20 jaar na data Allee, maar, dan is dat, dat, maar dan blijft het dat blijft de vraag, hoe lang gaat het door? The ja. Force Awakens. Maar welk verhaal moet er nu weer op de gaan komen? Force ja. Awakens vind ik strafzaam, vind ik de derde beste uh, Star Wars-film ooit. Ik vond dat ook een hele goede Empire Strikes Back, dan Star Wars, ja. en dan alleen met New Hope, die, die titel haal ik. Dus uh -huh. Empire Strikes Back, Star Wars, en dan The Force Awakens. Ja. Ja. De, de, de believing van Niet de Force volledig Awakens. voorzitter ben ik oneens mee eigenlijk. Uh, nee ja de beleving en de anticipatie voor de Force Awakens is once in a lifetime voor ons ja dat is wel goed dat je dat zegt want dat had ik ook wel toen met Solo uh, wij altijd, ik merkte dat dat wij zo met onze vrienden gingen, dat dat zo'n een jaarlijkse nutstap was we gingen ja. allemaal naar de cinema en ik weet dat je zo toen naar Solo kwam dat het ook zo wat te veel werd dat het speciale er wat af was maar mm. Rogue Tebel, One dat was dat niet ja, ja en terwijl dat eigenlijk uh, solo een betere film is dan de, de, dan de the last the jedi, last jedi. Amai, ik vond beter. Ook, solo ook solo ja. vond ik ook een geslaagde film is dat ja. ook niet een beetje het probleem uh, en ik had het al dat die de figuren Jin en oh nee sorry jetse nee jen Jin? jen jen urso urso jen urso en ja, ray Ray, ja, yeah. ik kon niet stom zeggen, hè? Maar die. Ik je, 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 je dacht, je die mixed. Je continue, mixed die. Ja. En die trekken niet op elkaar, maar dat is. Het zoiets. Ik vind dat een heel raar gegeven. Maar mm -hmm. je, snap dat Jean is toch in de Rogue One, hè? Ja, dat is Rogue ja, One. Ja, maar het feit yeah. dat je. Dat je, toen, dan, dat dan je deze gesprekken. Ja. Ik vind Rogue One wel heel straf zijn. De, de, ik, vind dat ik gewoon naaldloos over in, in Ja, De in laatste kwartier. Ja, ja. Ik kom, ja, me, maar, ik kom me gewoon zeggen top, het, top, het, he? het, het was wat te veel. Ja. Ja. Maar dat is, want, uh, gij, het was ik, niet in december. Hè? Ik dacht eerst, ik ging uw je zin, zin staf maken, Andries. Ieder jaar. En ik dacht gewoon dat ging zei. Ik ga ieder jaar naar een Star Wars film gaan kijken. Ja, ja dat was ook het gegeven waar ik toe ging Dus ik denk ook wel dat het tijd is voor, de, voor even... Mm -hmm. Zet dat weer even in de ja, koelkast. Ik ja. wel elke drie maanden een Marvel film tegenwoordig. Ja, maar, ja, dat, maar vond, dat mag ook in de dat koelkast. Dat vond ik ook niet leuk. Ze. Nee, nee, ik weet het, maar, mm -hmm. maar dat we wel nog altijd helder. Ik weet maar dat is voor mm -hmm. mij wel onder de Star Wars. Ja, staan. Ja. Ja. Voor iedereen hier zeker? Ja, ja. Nee, voor nee, mij Nee, dat denk ik niet. Nee? nee? <laughs> nee voor mij wel en niet. Ik, wat ik vind van... van uh, wat ik vooral vind, en dat is dat iets dat, dat, dat misschien zie ik dat en anders, maar wat Marvel na is, is wat Star Wars voor ons was. En dat merkte enorm hard als je kijkt naar, naar um, de. Als je die films gaat zien, gelijk dat je al eens een paar keer gedaan hebben, dat je dat in avant-première ziet. En er zit een heel zaal vol Marvel-shirts. Ik had dat mijn Endgame. Uh... En er gebeuren momenten in die zaal dat heel die zaal in applaus uitbarst. En vooral op tijden met Endgame. Eh. Dat je zo de, de, de laatste aftiteling ziet van de originele zes, waar dat dan ook zo de handtekening bij stond. En je ziet die, dat kreeg een, dat kreeg een staande ovatie bekend. Ja, en ik er, denk dat er dan al twee ook zitten blij. Ja, dat is, zo, dus. en, en dat, hadde, dat, dat is zo. En dat is bij mij van dingen als Star Wars geleden. Dat je ja, nog gevoel... zo'n reactie zit gehad van mensen dat je denkt... Ja, 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 absoluut, ja. Wie, dat, wie dat begonnen is met Iron Man op zijn tien jaar. He, gelijk een snotneus, gelijk dat ik was. Met, met, he, ik was zelfs nog jonger met Superman, maar pak zes, zeven jaar. Mm. Je ziet dat voor de eerste keer en ga je ze twintig tegen dat die leste eraan komt. Ja, ja dat heeft ja, dat dat heel je jeugd echt ja, gedefinieerd. Ja. ja, maar voor ons... Is dat een andere belevenis dan als... Want het ging er net over kinderen, en ik apprecieer Marvel ook nog meer door mijn kinderen, eigenlijk. Mm -hmm. Ja, en ik... Bij mij was dat dan nog, omdat ik ja, op dat vlak altijd een kind... Misschien... Hè, dat zullen we hier ook allemaal wel herkennen, maar... Bij mij was Marvel ook zoiets dat ik zo hard gelezen heb als kind, dat ik mm. eigenlijk heel die trip alleen maar dingen heb zien gebeuren op het scherm dat ik nooit dacht dat ging gebeuren. Als je zo de eerste Avengers ziet, ik herinner hem dat ik er met de fokken aan het zien was. Wij zaten met twee naast elkaar in de cinema. En je hebt zo die, dat vliegdekschip dat opstaagt en dan wordt die een heli-carrier. Ja, wij zaten er met twee zo. Dat is de Shield Harry Ketter. Wij pinkte er tranen weg om de lopende band. Ja. En dat zijn toch dingen dat ik denk: ja, de, voor mij ligt dat niet onder Star Wars. Nee, dat ja, dat is toch eigenlijk. Ik in van, uw leven gedefinieerd. Ja, en dat is ja, ja, eigenlijk manier, ja. voor heel manier. veel mensen daarmee gelijk, omdat Star Wars dan weer. Ja, hoewel dat dat ook generatieoverschrijdend is. Want je merkt ook dat heel veel jongeren dat krijgen. Absoluut. Maar er zit toch zo... Allee, dat, is, dat, dat kan ik er wel mee gelijk zitten Zeker met de generatie van nu. Begra in ieder geval begrijp ik dat. Ja, zei, want, ja. want uh, daarnet zei ik de, de viewing experience van The Force Awakens. Toen dat ik naar Endgame ging gaan zien, dat was de eerste zaterdag dat die speelde. Toen was het. De, de ervaring daarbij kwam ongeveer overeen met de Force Awakens. Met het verschil mm. dat het geen zaal vol 30 en veertigers was, maar allemaal teenagers. Ja, het ja, was hier ja, in de UGC en dat was, ja, was ongelooflijk die ervaring. Dat, dat was heel te horen en goed. Mm -hmm. Ja, heel cool. Goed, misschien nog even. Uh, want we zijn uh, bijna aan het einde van ons Latijn, denk ik. Want wij kunnen hier nog 27 graden door blijven gaan. En we moeten, ook, nog, uh, uh, we moeten ook de de Pino. Uh, Met de, Met de doen, uh. ja, Die gaan we doen. We gaan heel kort en gewoon even rap erdoor. Dat gaat niet lukken, maar we gaan toch ons best doen. <laughs> uh, omdat ik nog een segment had dat ik had beloofd in de aankondiging. Dat gaan we even doen. Er zijn een paar films die in productie zijn of nog in productie moeten gaan. Uh, er zijn er een aantal. Uh, misschien waarschijnlijk heel erg geëntoad. Erbij. Wat zijn dingen die dacht, er nog moeten gaan uitkomen of die ze nu aan het maken zijn? Ik zal een paar voorbeelden geven. Ik heb er wat opgeschreven. Geef, um, Dune, de film van. Uh, Denis Villeneuve. Ja. Denis Villeneuve. hè. He? Sven heeft het niet voor Denis Villeneuve. Jawel, jawel. Nee. Hit en mis. Maar ik vind. Uh, wat hadden hem gedaan hè, met Blade Runner. Mm -hmm. Fantastisch. Nee. Beste film, beste film van dat jaar. Beste film nee, van nee, dat jaar. Nee nee nee, 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 Ik vond dat ook. Ik vond dat, nee, 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 ik vond dat ook nee, 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 fantastisch. Ik was nog niet om de hielen van de originele. Maar snap ik ook wel waarom dat je dat zegt, hè? Want ik vind onnozel. tegelijkertijd het is Het totaal andere film. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja. Zo. Maar dat is zo nee, mooi. Maar ik ben een grote fan van Dune van David Lynch. Ik ook. En ik zie het heel gevaarlijk na. Nou, want ik vind, ik had dat speelgoed ook. <laughs> ik vond dat ongelooflijk. Ja. Allee, ik dat had die, dat ook, ja, ik had die poppen ook. He, die ja. dikke Harkonnen. Die en, ja, 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 ja. <laughs> Baron Harkonnen. <laughs> Trouwens, nog heel even, Maar dat moet ook nog even gezegd worden. Maar er uh, was al een heel ding, hè, omdat je zo mee, mee, met de politically correct cultuur in Amerika. Baron Harkonnen is heel dik. A. Ja. En B. Heeft een voorliefde voor jonge jongetjes. Ja. Hè. Werd al meteen, ja, dat mag niet, want dat is fat shaming. En er moeten dan andere dikke ja, mensen hier oplopen op Ik zijn ook dik, vind ik het dan zijn. niet. Erg. En er moeten <laughs> ook, ja. Want dat, ik, ik heb ook altijd het gevoel dat mensen die dat, dat soort zaak verkopen, dat die meestal zelf niet dik zijn. Maar ik ben wel niet zo dik. Maar nee, nou, dat is waar. Dik. Naja, dat, waar, maar dat kan ik, ik... Gaat Dat dan ook al veranderd wordt in de ja, nieuwe Ja, dus nee, nee, ik mag hopen van niet. Hè. Ik hoop nu niet dat er altijd rekening gehouden wordt met die drie trollen. Die zo hard aan het roepen zijn. Dat iedereen vindt dat ze erin moeten meegaan. En dat was dan ook het andere ding. Was, ja, hij is dan gay. Dat wordt dan gelijkgesteld met pedofilie. Want ja, dat denken wij allemaal. Hè. Het zijn ook altijd van die dingen nee, dat nee, ik nee. denk: ja. mannekes, seriously. Hè, zo, we kunnen... En zij zijn ros. Ja, en ook nog... het is nog een rossen Een ginger ook nog. De ah, ja, ja, ja. rosten. Dat is nog het ergste van allemaal. Hè? Maar daar, daar is geen excuus voor. Rosse mensen uh, <laughs> Ja, maar... Om te zeggen dat die in eerste deel goed was. Maar veel ja. mensen vinden die niet goed. Nee, ik heb nee, dat nee, nog nee, nooit nee, gezien. Nee. nee. nee, nee. Ik, dat is een, een belevenis. Ja? Die, die June. Ik vind dat een belevenis. Ja, Hoe dat hard ook... dat je hoofd begint te duizelen na dat eerste kwartier. Voor op, 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 al die informatie die op je afgevuurd wordt. Je moet even... Het, 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 het ja, dan komt de, de muziek van, van Toto boek. en dan zit we er weer een ja, ja, cool. cool. Amai, <laughs> mega cool en dan misschien nog één voor mij af te sluiten voor alleen dat we onder Marchepino beginnen voor mij persoonlijk dan één aangekondigd in 2021 maar denk ik zelfs Masters of the Universe ja, ja, ja? laat gevaarlijk gevaarlijk. Gevaarlijk. Ja, dat is niet gevaarlijk ja ook gevaarlijk de die, ja, wel, die in eerste niet zo groeit oh, oh rustig rustig iedereen op de beurt en die elite lead guy dat is nu <laughs> <laughs> raar hè raar wel ja absoluut is het een zwarte ja jij nog twee jaar hè dus twee jaar kuren dat erin zit, dat komt dat kan nog allemaal we doen het gelijk als in Beowulf bio gewoon CGI hè ja als het CGI doen of nee, maar Biowolf, de acteur die Biowolf speelt, is ook niet zo. Dat is allemaal fictie, nee, maar... ja. Ik, maar, dat is wel... dat is, maar dat is wel een tekenfilm natuurlijk. Deze is een live-action film. Maar wat vinden van de Originele verfilmers. Dolly, ik was Frank, Lajenna, is, ik, Langella. Frank Langella, of noemt hij Frank Langella, Ja, dat is, dat is top, hè? Is fantastisch, Everything Comes. Dat is ook zo'n film late. dat ik niet zo slecht <laughs> vind, <laughs> Master ja, ja. of the Universe. zal wel zin. Vooral het, 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 bij mij, wat dat, bij mij bijbelicht. ik vind dat een topfilm. Ten ook. eerste, ik kon er heel eerlijk in zijn. Dolf Lundgren doet exact wat hij moet doen. De Ruts, ja. eigenlijk He-Man en niet praten. Ja. Hè? En, uh, die, muziek, waar, die muziek, die muziek. Die muziek is heel kantig. En dan, vooral dat moment, ik vergeet dat nooit dat je zo de binnen kent van Castle Grayskull, je ziet al die soldaten, zo die Darth Vader lookalikes, allemaal op een rij staan, hè? de stormtroopers. Yeah. En Skeletor komt nog binnen gewandeld. Je ziet dat iemand die staf in die voeten, zo een die staf die zo op de grond slaagt. En dan zegt hij zoiets van Report Evelyn. En dan begint Evelyn ja. te zeggen that is and we're closing in on the Thanurians. as Mac we speak. Foster. Ja, McFoster ja, ja, van nee, graag Mevrouw, ja. Maar ja. dan het beste want dat is zo cool gespeeld dat dat alles definieert wat dat Skeletor figuur is. Is dat zij op een bepaald moment eruit zijn eigen om en ze zegt finally after all these years Grayskull is ours. En dan zegt hij: "No!" My! Ja, ja. En, dat is, en, dat was, en dat was bij mij direct zo van: Yes! dat is echt geniaal. Dus of het zo goed kostte. Maar dat is wel een cool universum, de Master of the Universe. Ja. Ja. En als, als ze dat allemaal goed kunnen reproduceren, liefst met zoveel mogelijk live uh, props en zo. Nee, maar dat, dan hadden we wel enorme mogelijkheden. Juist zelfs met G.I. Joe, als ze dat even Wie gaat dat doen? doen? Of welk team zit er achter? Heb... Niet canon, dat was de eerste. Nee, 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 maar wie, wie welke regisseur? Dat, uh, dat? weet ik niet van Zit er ook. Zit daar kloe en geld achter? Um, ik denk het wel. Ik denk dat, dat is, wel? Dat is een hele tijd uh, uitgesteld. Zien nu allemaal mensen die het zouden gaan doen. Zijn ik denk dat McG zelf ook een tijdje door. Ja, 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 dat soort <laughs> mensen. Alle chance is het hem niet geworden. He, maar dus dat waren allemaal zo. Het is altijd heel af en aan geweest. Maar nu is het echt officieel. Er is een poster die is aangekondigd. Wat dat Sven zegt, daar is geld met de poppetjes te verdienen. Ah oh, ja, dat oh, zal wel zijn. Oh, ja. Dat zal wel zijn. Heb je nog jat? Natuurlijk. Tagerel? Tuurlijk. Ja. Ja. <laughs> tuurlijk. Ah, ik ook, zeg ik ook. Nou, ja, ik heb niet natuurlijk. Ik had niks. <laughs> <laughs> ik oh, uh, uh, had een joepie. Laten we een joepie. anders was de yoopy. We hadden Sven de Ridder nog met een hele mooie Jason Priestley kwafuur. Uh, ja, yeah. Heb je niet een rubriek of zo? had je dat niet? Daar later. Ik heb een filmrubriek en die allemaal een yoopy. ja. Maar daarvoor was ik nog een Poster, uh, poster boy. Ja. Oh, en Andries kreeg niks. Dat is bijna al te mooi om rond te maken dat je zegt: This is the world's smallest violin <laughs> playing. We toch een trompet ofzo? We deden trompet. Zo, in de trompet? De saxofoon, saxofoon. Ik, uh, ik kon ja. Ik kan veel muziek zet, spelen. Zet saxofoon. Dat <laughs> uh, uh, is hè? Die is Het is marsepinotijd, hè? Het is marsepinotijd. Zijn ze nog uh, niet gesmolten? Ik weet het niet, We gaan dat proberen. Ik kon dat opentrekken. Ik kon er reageren. Ik heb er eigenlijk wel geen goesting ja. in, maar ja, kom. Cool. Jawel, dat is goed. Dat is zoiets dat... Uh, ja, een typisch scouts-eten ook zo, hè? Oh, wacht, hè? Vind binnen... ik... je dat? Hij in de scouts gezien. hebben. Nee, nee, maar ik wel een stuk kan spelen na de scouts forever, hè? Ik kon toch merken, denk ik, dat je dat niet... <laughs> ik kon het niet geloven, denk ik, dat je dat <laughs> Voilà. Ik, denk dat, dus, uh, ik denk dat het er juist genoeg zijn voor ja, ja, ons het allemaal. Het zijn er vijf zag ik vanmorgen ja, in de winkel. Het, het de, moest zo zijn. Goed. Dus, dat is, dus um, ja, dat is een callback naar een andere aflevering van jullie. Hè? Ja, dat absoluut. Er... Een hele mooie callback. Ja, Gesten, mm, het was bangelijk. Geniet ervan, hè? dude. Dudes, awesome. Dit was het voor ons. En welcome to the AA en de boys van de Gremlin Strike Back. Indien je niet naar die podcast hebt geluisterd en je bent een filmfan, doe dat onmiddellijk. Uh, een van de leukste podcasts die er momenteel is. En uh, ja, ik was Alex Nieuw, dat is Andries Bikkers. En And dat was het weer voor Welcome to the AA. En tot volgende week, when we make Monday great again. Maar nu, marzipino. <laughs> Blijf toch goozen, man? Vind je dat toch lekker? Mm. Ja, maar. Direction is, is een dat ik dat eet. En? Wat denk je? Kijk goed. Oh, het is so like zo oh, warm. Dat is gelijk een mergpaapje zouden hebben. Het is warm hoor. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ah ah, ik zijn hier aan uur voor de zon. Als het ergens over moet gaan. Zend beste Na de feest. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.